Hartelijk welkom allemaal bij deze oriënterende ronde. Ik open de vergadering uiteraard bij punt 1 en dat is opening en mededelingen. Zijn er mensen die een mededeling hebben? Niemand een mededeling. Zijn we bij punt 2, vaststelling van de agenda? Zijn er wijzigingen op de agenda? Geen wijzigingen, mooi. Dan zijn we bij punt 3, dat is het spreekrecht. We hebben vanavond 3 insprekers, alle 3 over agenda punt 4, de locatiekeuze woningbouw Sipculo. We beginnen met meneer Veltink, die komt inspreken namens de stichting Stuwend Sipculo. Daarna is meneer Sloot, die zal spreken namens de stichting Klooster Sipculo. En als laatste mevrouw Nobbenhuis, die namens een aantal mensen inspreekt. Zij heeft ook een lijst van namen en handtekeningen daarvoor ingeleverd. Die is inmiddels bekend. En zij heeft ook stukken aangeleverd die naderhand aan de raadsleden verstrekt zullen worden, want het is iets uitgebreider dan haar inspraak vanavond. Ik wil beginnen met meneer Veltink. Goedenavond. Mijn naam is Dinardus Veltink. Ik ben voorzitter van Stichting Stuwend Sipculo en ook tevens voorzitter van de werkgroep Klooster Wonen. Geachte leden van de raad en college. Als u vanaf de Pollen over de Paterswal Sipculo binnenrijdt, staat er op de gemeentegrens van Twentenland en Hardenberg het bord met de tekst Porta Patet Cormagis. Wat betekent, de deur staat open en het hart nog meer. Een lijfspreuk van de Cisterciense monniken, stichters van het klooster Galileo Maior. Vanuit dat hart van veel Sipculo'ers komt dit burgerinitiatief om de deur die in de lijfspreuk wordt genoemd op het kloosterterrein te kunnen realiseren. Waarom is bouwen op het kloosterterrein zo belangrijk voor ons dorp? De meerwaarde van het kloosterterrein is dat het de kern van Sipculo betreft. Op loopafstand van de winkels die we nog rijk zijn, de bushalte en de pinautomaat. Woningen op het kloosterterrein geven een impuls aan de leefomgeving, versterken het centrum en dragen hiermee bij aan de leefbaarheid van ons dorp. Ontsluiting van het gebied betekent tevens ontsluiting tot de nieuw aangelegde kloostertuin en fundamenten van het oude klooster. In de bouwplannen is ook aanleg van parkeerplaatsen voor regulering van bezoekersverkeer aan de kloostertuin en het toekomstige museum. Daar is daarin meegenomen. Bouw op het kloosterterrein zorgt ook voor borging van de plannen van Stichting Klooster door een stukje sociale controle. De ladder voor duurzame verstedelijking, ook wel bekend als de SER-ladder, bepaalt in stap 1 dat regionale vraag naar ruimte aangetoond moet worden. Deze vraag is duidelijk aanwezig, iets waarover we het wel eens zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat er op dit moment 9 kavels zijn waarop intentie koopovereenkomsten zijn getekend en 4 optanten die een woning willen huren. Daarnaast zijn er 5 optanten die om diverse redenen niet wilden tekenen, maar wel aangegeven interesse te hebben. Redenen die variëren van verkoop eigen woning tot eerste pensioenleeftijd tot aan de trage reactie van de gemeente over de plannen waardoor mensen niet kunnen plannen. Verder is er een particulier fonds dat enkele woningen wil kopen voor verhuur. Dit kan ook voor senioren. Verder kan ik u zeggen dat ondanks de gedwongen verkooppauze zich inmiddels alweer 5 nieuwe gegadigden hebben gemeld. Met andere woorden, morgen toestemming, overmorgen starten. Stap 2 van de ladder zegt dat de ruimtevraag bij voorkeur moet worden opgevangen in bestaand stedelijk gebied. Inbreiding voor uitbreiding. Het kloosterterrein is duidelijk inbreiding, terwijl het bij locatie voor de akkers om uitbreiding gaat. Haalbaarheid, wenselijkheid, maatschappelijke baten, een ontwikkeling die aansluit bij de wensen van gebruikers, een lage grondprijs, voldoende verdiencapaciteit, allemaal aandachtspunten uit stap 2, waaraan de plannen op het kloosterterrein voldoen. De ladder zegt nu, u bent klaar, er hoeft niet verder gekeken te worden. De ontwikkeling op het kloosterterrein is geen aangelegenheid van een projectontwikkelaar, zoals in de motivatie van het college is genoemd, maar een burgerinitiatief. Hier wordt reeds over gesproken in het boek Moderne Devoten in Monnikspij over de colligatie van Sipculo, uitgegeven in 2007.
De verwachte opbrengst van 2 ton en geen 80.000 euro, zoals in het collegevoorstel, komt ten goede aan de plan uit de gebiedsvisie die u allemaal heeft ontvangen. Die visie is een weldoordacht, samenhangend geheel, gebaseerd op rapportage van landschapsarchitect Greet Bierema. De verborgen betekenis van Sipkilo onthuld. Waarin woningbouw onlosmakelijk is verbonden met versterking van identiteit en leefbaarheid. De Koninklijke Heidemeij heeft destijds nog een bijdrage aan het tot stand komen van dit rapport geleverd. Vanaf 2008 zijn we bezig met woningbouw. Afhankelijk voor zorgwoningen. Maatschappelijke ontwikkelingen, u allen wel bekend, maakten dit onmogelijk. In gesprekken met de gemeente over een andere invulling zijn diverse opties voorbijgekomen. Terugkijkend liet de gemeente zich achteroverleunend de ideeën presenteren. Kom maar met een goed voorstel. We bleven in een cirkeltje lopen. Met architect Evert Oldenhuis uit Vroomshoop heeft werkgroep Kloosterwonen een opzet gemaakt waarbij een lage prijs, vanaf 135.000 euro vrij op naam, en uitstraling van het gebied een belangrijk uitgangspunt is. De plannen worden in Sipkilo enthousiast ontvangen. Maar verdorie, weer niet in overeenstemming met de visie van ambtenaren. Een te stedelijke invulling, andere opzet, plukjes woningen, etc. Maar wat denk je dan? Verantwoordelijk voor het lelijkste gebouw van Nederland, maar wel in onze ogen mooie burgerinitiatieven torpederen. Tot zover. Dank u wel, meneer Veltink. Zijn er vragen voor meneer Veltink? Meneer Rodermond, meneer Bak. Ja. Meneer Brink. Mevrouw Luiten. En meneer Odink. Nou, iedereen dan, volgens mij. Ik begin bij mevrouw Baarslag. Meneer Veltink. Nou, een mooie, gepassioneerde inspreker. Mooi in de zin van passie. Dank u wel. Voordat ik dingen ga denken. Er vallen mij een paar dingen op. Hè. U zegt nou ja, dat mooiste gemeentehuis van Nederland en dit gaat niet door. En die ambtenaren zijn helemaal niet ontvankelijk voor onze ideeën. U heeft het ook over een verschil van, u zegt de opbrengst voor het klooster, dat zou dan 2 ton worden. Maar er is ook een discrepantie tussen wat de heer Lorenstein daar wil bouwen, de aantallen, en wat volgens de gemeente kan. Daar heeft u het met de gemeente ook over gehad? Er zijn verschillende keren overleggen geweest. En in principe is alles mogelijk. Ik bedoel, we hebben dit voorstel gemaakt omdat we op een gegeven moment zeiden van, ja, we moeten wat met iets komen. We kunnen, als we aan Sipkilo, de mensen in Sipkilo vragen van wat wil je, dan moet je wat kunnen laten zien om over te spreken. En op die manier zijn we op dat plan gekomen. Maar in principe zijn andere zaken ook mogelijk. Ja, oké. Okay. Maar u heeft het over dat plan SEC gehad met zowel Dorrestein als de gemeente. En dan is die 17 huizen niet per se wat de doelstelling hoeft te zijn. Nee. Het kunnen er ook 10 worden. Daar kunnen we over spreken. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel. Meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Ja, mijn vragen zaten een beetje in dezelfde lijn als die van mevrouw Baarslag. Echter, is wel mijn vraag dan, heeft u enig zicht op als er minder woningen gerealiseerd zouden worden, dat de opbrengst wel hetzelfde blijft of dat u automatisch dus ook minder opbrengst krijgt voor ontwikkeling van dat kloosterterrein? Ja, in eerste instantie zou ik zeggen dan, als je minder woningen bouwt op het terrein, zul je minder opbrengst hebben. Ja, lijkt me. Dank u wel. Mevrouw Luiten. Meneer Veltink, mijn vraag ligt ook alweer in het verlengde. Maar ik begrijp dat u met minder woningen minder opbrengst krijgt. Tegelijkertijd schrijft u ook in de brief die u heeft gestuurd dat de ontwikkeling van de woningen of dat het kloosterplan daar niet van afhangt. Dus minder opbrengst betekent niet dat het plan niet doorgaat. Nou, wat wel zo is, als we dat geld niet kunnen genereren, dan betekent dat automatisch dat je ook minder subsidie aanvraagt. Je moet altijd een bijdrage en die subsidies moet je altijd zelf een eigen bijdrage leveren. Dus dat betekent dat.
Er zijn nog een aantal zaken wat van invloed is op het niet doorgaan. Die infrastructuur wat voor het parkeren, dat is dan een probleem. Die verbinding met het dorp waar we het telkens over hebben, die zal niet ontstaan. En een deel van de gebiedsvisie die we in het stuk hebben, daar kunnen we ook een deel van schrappen. Omdat dat het geld is niet, maar ook een stukje sociale controle wat er door die woningbouw ontstaat, dat verdwijnt ook. Dus dan zul je de plannen opnieuw moeten heroverwegen. Dank u wel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen eigenlijk aan meneer Velting. De eerste is, op een gegeven moment zegt u in uw toelichting dat de gemeente achteroverleunend. Terugkijkend over de achterliggende jaren. Heeft u het gevoel dat de gemeente u onvoldoende geholpen heeft bij het realiseren van de plannen? Dat is één vraag. En de andere vraag is van, ik blijf een beetje zitten met die 2 ton, hè, waarvan u zegt van oké, dat is de opbrengst uiteindelijk die ten goede komt aan het kloosterterrein, versus de 80.000 waarin het raadsvoorstel over gesproken wordt. Zou u daar nog wat meer toelichting op kunnen geven? Eerst even over die 80.000. We hebben dan even teruggedacht en zeggen van waar komt die nou vandaan? En eigenlijk weten we dat niet, waar dat wegkomt. We hebben het eigenlijk altijd over die 2 ton gehad en niet over die 80.000 euro, dus dat weet ik niet. En wat was uw andere vraag? En die andere vraag is van dat u op een gegeven moment een uitspraak doet van oké, dat u de gemeente ervaarde als achteroverleunend. Ja, dat klopt. En dat ja. Als u dan terugkijkt naar de afgelopen jaren, heeft u dan inderdaad het gevoel dat de gemeente u daarin te weinig geholpen heeft met het realiseren van de plannen? Nou, eigenlijk wel. Ja. In die gesprekken dan werd het niet concreet gemaakt. Er was altijd van, nou, kom maar met een goed plan en dan kijken we er dan naar. En we hadden het dan over rijwoningen. Ja, nee, te stedelijk. Er werd een tekening gemaakt met plukjeswoningen, terwijl die woningen in dat zandgat stonden waar we geweest zijn. Dus dat gaat dan niet. Dus in die zin, nou, niet dat je zegt van, nou, we hebben daar flink ondersteuning van gehad. Absoluut niet. Je had echt het idee van, kom maar met wat je wilt. En dan zullen wij wel zeggen of het aardig en goed is of niet. Dank u wel. Meneer Brink. Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk even een kleine vraag. Ik ga er meer over de aantallen. U noemde, als ik het goed heb begrepen, iets van 9 optanten en 4 mensen die een koopwoning zouden willen huren als je goed beluisterd hebt? Nee, 9 mensen die al intentieverklaring hebben getekend. Exact, dat is en 5 optanten. En waar mij met name even om gaat, u zei ook van, daarna is een soort van pauze geweest en in die tussentijd hebben zich ook een aantal nieuwe gegadigden gemeld. Mijn vraag is, ik neem aan dat die bovenop die aantallen komen die u eerder noemde. Ja. En mijn tweede vraag die daar eigenlijk een beetje bij aansluit is, hoe concreet is die belangstelling van die, noem het dan maar, nieuwe gegadigden? Kunt u daar iets van vertellen, daar ben ik wel even benieuwd naar. Nou, wat betreft die mensen die ingetekend hebben, die allemaal een schriftelijke verklaring ingetekend zijn, maar van, nou, wij zijn daar echt, echt belangstellend voor. We willen dat ook gaan doen. En die 5 mensen, die hebben zich gemeld bij mevrouw Nabberhuis. En die hebben gezegd, mevrouw Nabberhuis, die gaf op een gegeven moment ook vanuit de bewoners, zeg maar, de toekomstige, eventueel toekomstige bewoners, was zij degene die initiatief nam. En die kwam in de initiatieven die ze toonden in het dorp, kwam ze mensen tegen. Die zeiden van, nee, ik wil daar ook gaan wonen. Daar zijn nog geen gesprekken mee. Als ik u goed beluister, dan is eigenlijk het eerste verhaal concreter dan het tweede verhaal. Zeg ik dat goed? Wat zegt u? Als ik u goed beluister, dan is het eerste verhaal concreter. De eerste groep, zeg maar, is ja, concreter. Nee, duidelijk. Ja, duidelijk. Oké, helemaal. Dank u wel. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Meneer Velting, u geeft aan dat de gemeente achteroverleunde bij uw plannen. Terwijl u hier een gepassioneerd verhaal voert en ook al redelijk in detail aan kunt geven hoe de plannen zijn. U geeft ook aan van dat u niet echt voelt dat de gemeente wil meewerken. Heeft u ook zelf enig idee waarom dat zo is?
waarom de gemeente niet wil meewerken? Nou, ik heb zelf het gevoel dat de gemeente veel liever de grond verkoopt die voor de akkers beschikbaar is. En mijn pleidooi is opgebouwd uit twee delen. En gisteravond tijdens het oefenen, zeg maar, kwamen we erachter dat het langer duurde dan 5 minuten. Dus we hebben daar een knip gemaakt en we hebben Albert gevraagd om het volgende deel te gaan vertellen. En daarin zit onder andere de verschillende antwoorden op de motivatie van de gemeente. Ja. Oké, dank u wel. Dan wacht ik nog even en zal ik dus de vraag straks opnieuw stellen. Misschien een vraag die dan nu ook te vroeg is en straks die ik dan straks weer opnieuw moet stellen. Maar hoe kijkt u aan tegen het plan van de akkers van de gemeente? Ja, het plan van de akkers, dat is een plan zoals elk plannetje. Ik bedoel, dat is op zich niet moeilijk om een stukje buiten het dorp om daar een aantal woningen neer te zetten. Dat is quite simpel eigenlijk. Heel standaard. Terwijl juist het plan van het kloosterterrein, dat voegt toe aan het dorp. En dat doet niet zeg maar het plannetje aan de buitenkant van het dorp. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. En ik zie op koers ook, dan was het dus wel iedereen inderdaad. Eerst mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor het feit dat u inspreekt over een onderwerp dat u duidelijk zo raakt. Ik lees in het voorstel dat vanaf 2008 er mogelijkheden zijn geboden om met een acceptabel plan te komen. En mijn vraag is dan ook, als ik u zo hoor in een reactie op meneer Oren van de ChristenUnie, heeft u aan, we zijn eigenlijk onvoldoende geholpen om te weten wat een acceptabel plan is. Kunt u daar iets concreter over zijn? Er moet toch een richtlijn zijn geweest aan waar u zou moeten voldoen. Heeft u die wel of niet gekregen? Nee, niet echt. Daar werd er gesproken over plukjeswoningen. En het mag niet te stedelijk zijn. En daar bleven we eigenlijk een beetje. Het werd niet concreet. En toen hebben we gezegd van we moeten gewoon een compleet plan maken, concreet plan maken, waar mensen wat mee kunnen. Dat kun je wat laten zien. Je kunt daar eventueel prijzen aan hangen. Daar kunnen mensen wat mee, want anders dan loop je in een cirkeltje, wat ik zeg. En dat was ons probleem eigenlijk. Voorzitter, mag ik nog één aanvullende vraag nog stellen? Daarnaast wordt aangegeven ook in het stuk, en ik vroeg mij af of u dat ook heeft meegenomen in uw plannen, wat voor onderzoek er nog moet gebeuren voor flora en fauna en voor de archeologische waarde die in de bodem te vinden valt en wat voor extra kosten dat mogelijk met zich mee kan brengen. Is dat ook iets wat u heeft meegenomen in uw plannen? We laten ons bijstaan door een raadgevend bureau. En Jeroen van dat bureau, dat zit hier op de publieke tribune, die weet exact welke kosten daarin mee zijn genomen. Dus ik zou Jeroen willen vragen om daar antwoord op te geven. Ja, dat is goed. Dat is meneer Lichtenberg. En die is beter technisch op de hoogte. Ja, het antwoord kan denk ik vrij kort zijn. Inderdaad, we hebben een exploitatieprognose opgesteld, hè, met die 2 ton eigenlijk als eindresultaat. En qua kosten is er meegenomen, inderdaad, voor de faunaonderzoek, archeologisch onderzoek. Wat ik in de kaart nog zou willen opmerken, als ik kijk naar de archeologische verwachtingswaarde, zit er geen verschil tussen het kloosterterrein, zeker het gedeelte waar wij het nu eigenlijk over hebben, en voor de akkers. En bedoel, als ik kijk naar de laatste verordening rondom SIPCLO, die is recent nog vastgesteld, als je die kaarten bij pakken, dan kom je eigenlijk tot dezelfde conclusie dat het net allebei buiten de hoge verwachtingswaarde valt. Dus de kosten zijn meegenomen. Ja? Dank u wel. Meneer Kloekhorst. Ja, heer Van Dink, ik meen het te horen, ik kan het misverstaan hebben, maar dat u ook sprak over huurwoningen. Ja, dat klopt. En welke aantallen denken we daaraan en hoe wilt u dat regelen, financieren? Het is zo dat een particuliere organisatie in SIPCLO daar zoveel belang aan hecht dat daar gebouwd wordt. Omdat die SIPCLO's mede overtuigd zijn van het belang. Die hebben gezegd van wij willen daar eventueel een aantal woningen afnemen. En dat zullen we dan aanwenden voor huur. Ze hebben het liefst dat die woningen verkocht worden. Maar als daar te weinig belangstelling voor is, dan springen zij in en zeggen van dan gaan wij die woningen kopen. 4 à 5. Dank u wel. Dat waren de vragen voor u. Dan mag u weer plaatsnemen.
En wil ik meneer Sloot vragen om achter het spreekgestoel te plaatsnemen. Goedenavond, mijn naam is Albert Sloot, Stichting Klooster Sipkelo. Ook tevens zit ik in het bestuur van de Stichting Stuwe Sipkelo. Ingewikkeld, maar ik heb jullie allemaal wat documentatie toegestuurd, waarin dus de samenstelling genoteerd staat. Ik pak het tweede gedeelte over van het verhaal en ik wil met name ingaan op de motivatie van dit college. In de motivatie van het college wordt de angst geuit dat de gemeente sturing op woningbouw verliest. Wij bieden aan het project over te nemen zodat volledige sturing door ons in de hand wordt gehouden. Dus eigenlijk is het de gemakkelijkste weg voor de gemeente als je het omdraait. Hè? In de motivatie is angst voor extra kosten in verband met planskade, ervaring in het gebied met flora en fauna en of archeologische ontwikkeling die plannen kunnen bemoeilijken en extra kosten met zich meebrengen. Dit zijn niet onderbouwde gedachten gebaseerd op angst voor spoken. Het toont geen lef of ruggengraat. Als je altijd uitgaat van dit kan niet of dat kan niet of angst daarvoor, je moet juist andersom denken. Kom op, we gaan het gewoon realiseren. En juist out of the box denken zal dan dus een middel kunnen zijn. In de motivatie, in de planmatige nauwelijkse uitbreidingsplannen is de kloosterterreinlocatie niet in aanmerking gekomen. Nee, daar is nooit over nagedacht. Ik ben zelf geboren Sipkeloer, ik heb toch over kloosterterrein gewoond en ik heb daar nooit iets van gehoord of gezien of daar ooit in het verleden plannen zijn geweest. Dus het is gewoon nieuwe ontwikkeling. In de motivatie, de locatie wordt gezien als een waardevolle restant van een eeuwenoud landschap. Daar kun je natuurlijk alle beelden bij bedenken. Alleen, dit is een ander verhaal. Een restant met een gigagroot gat, zandgat, waar jarenlang zand is gehaald en afval gedumpt. Hoezo een eeuwenoud landschap? Ik heb tegenover het kloosterterrein gewoond, nogmaals. En ik heb alleen maar zandauto's gezien en afgravingen en kraammachinisten zien rondlopen. Dus zo historisch is het allemaal niet. Behalve het kloosterterrein. Maar dat is een ander gebied. Ik wil even die dingen van elkaar scheiden. In de motivatie. De locatie heeft restanten van het voormalig klooster Sipkelo en een eeuwenoude grachtwal in de ondergrond. Ook dat is onjuist. In de grond van de bouwlocatie zitten geen restanten van het klooster. Je moet die gebieden separaat zien. Je hebt het kloosterterrein en je hebt het omgeving van het kloosterterrein. De locatie is in het bestemmingsplannen opgenomen als archeologisch monument en als groenvoorziening. Ook dat is onjuist. Bouwlocatie is aangemerkt als groen. Dat kunt u natuurlijk allemaal terugzien in de stukken. Motivatie. Terreingesteldheid met forse hoogteverschillen maakt ontwikkeling moeilijk. Ja, dat snap ik. Ook dat is onjuist. Terreingesteldheid maakt bijzondere bouw mogelijk. Denk aan de mogelijkheid van de taluudwoningen. Je moet dus denken in mogelijkheden, in kansen en niet in het omgekeerde verhaal, nogmaals. Wees niet bang, ga gewoon dingen doen. Er is geen ruimte, geografische aanleiding. Dat is ook onjuist. Er is een duidelijke ruimtelijke geografische aanleiding. Versterking van de kern van Sipkelo met in het centrum het klooster. Dan krijg je een totaal nieuw beeld, het klooster van Sipkelo en daaromheen gebouwd het centrum. Zoals het vroeger was en zoals we het graag weer terug willen zien. De motivatie, de huidige situatie, bosgebied, moet je zoveel mogelijk behouden. Ook dat is onjuist. In het gebied staat opschot, ontstaan door de verwildering in de jaren 70. Ook waar afval wordt gedumpt, er is dus geen waardevol bos. In mijn kinderjaren heb ik gezien, kon ik naar de kerkhof kijken aan de overkant. Ik heb daar nooit een bos gezien. Ik heb daar foto's van, bewijzen zijn er dus. In de jaren 70 stonden daar geen bossen. De motivatie, rekening houden met de geïnventariseerde gegevens, wordt geadviseerd om 8 tot 10 woningen te realiseren met een verdeling van 1 rij van 4, 2 onder een kap en 2 vrijstaand. Omdat geen peiling voor een langere periode mogelijk is, wordt een flexibele invulling voorgesteld. Ook dat is onjuist. Rekening houden met het inventarisatiedoel door de Stichting Stuwe Sipkelo is gedaan. En de vraag, lijkt de flexibele voorgestelde invulling een goede optie? Waarbij uit wordt gegaan van het gehele plan. Maar om dat plan eventueel in de tijd op te splitsen. Bovendien is het aantal van 8 tot 10 woningen boven tafel gekomen na de laatste inventarisatie van de gemeente. En is in eerder overleg niet aan de orde geweest. Dan het financiële aspect. De gemeente motiveert de wens om op voor de akkers te gaan bouwen. Omdat anders een geprognosticeerde exploitatiewinst van 145 euro wegvalt. Te overwegen valt om een deel van de opbrengst van de bouw op het kloosterterrein over te maken naar de gemeente ter compensatie van deze kosten. Dat is altijd nog beter dan helemaal niet bouwen.
waarbij er helemaal geen geld voor planning van Stichting Stuwersche Klooster genereert. Met andere woorden, we zijn bereid als Stichting Klooster een gedeelte van de opbrengst af te staan aan het afwaarderen van de grond aan de gemeenteweg. Dus in principe gaan we zelf betalen. In het voorstel wordt aangegeven dat een van de beide locaties moet worden aangewezen voor uitbreiding. Waarom zouden beide locaties niet aangewezen worden? Bouwers hebben dan dezelfde keus. Denk aan de zelfbouwers. Je kunt dan op basis van vraag de locaties laten bebouwen. Gemeente hoeft niet af te waarderen. Kloosterterrein wordt bebouwd. Het zal alleen wat meer tijd gaan kosten. Een win-win situatie. Geachte raadsleden, jullie zien dat er nog heel veel zaken onderbelicht zijn en mogelijkheden. Ik vraag u hierbij dan ook met klem acht te zien van instemming met het voorstel en om de mogelijkheden die er in onze beleving nog zijn goed achter te kunnen wegen. Als u na een bezoek aan Sippelo ons dorp weer uitrijdt, over de Paterswal komt u opnieuw het bord tenen kwart benen tegen. Wat betekent behoud wat goed is. De plannen verwoord in de gebiedsvisie van plaatselijk belang, waarin bouwen op een kloosterterrein een onlosmakelijk onderdeel is. Deze zijn goed georganiseerd. Laten wij ze behouden. Dit was mijn verhaal. Ik dank u voor uw aandacht tot nu toe. Dank u wel, meneer Sloot. Als u nog even wilt blijven staan, wie heeft vragen naar meneer Sloot? Meneer Odink, meneer Bak, meneer Rodermond. Meneer Bak. Deze vraag ziet u aankomen natuurlijk, u heeft tot de tribune dat gezeten. Dus, even kort de vraag herhalen. Waarom denkt u dat de gemeente niet wil meewerken aan de plannen zoals die ze nu hier neerlegt? Omdat de gemeente een financiële afweging maakt, voor mijn gevoel. De gemeenteweg, zoals ik al zei, dat is natuurlijk een stukje afwaardering van de grond. En dat zou een gewone keuze kunnen zijn. En misschien ook met de moeilijkheidsgraad als je daar wilt bouwen. Denk aan inderdaad de grond die hoger ligt of dat je dan andere woningen wilt gaan bouwen. Dus het is iets moeilijker, maar dat kan juist een uitdaging zijn. Hè? Dat, En dan nog een andere vraag. Sippelo ligt ook enigszins in de buurt van de Engbedijkstenen. Daar gebeurt ook het een en het ander. Ja. Tenminste, daar gaat een gebiedsproces op gang komen. Heeft dat nog effect op de plannen zoals u ze heeft en hoe kijkt u daar tegenaan? Helemaal niet, want er ligt, zelfs dat kloosterterrein ligt daar nog tussen. Dus het is helemaal buiten dat gedeelte. Dus je ziet ook geen risico op vernatting en moeilijkheden met de bouw daardoor? Nee. Plus dat Sippelo heel hoog ligt, hè? Maar er gebeurt het een en ander daar wellicht straks dat weet u ook. Als het in Sippelo gaat vernatten, nou, dan moeten we allemaal verhuizen. Dank u wel. Meneer Bak, daarmee zijn uw vragen beantwoord. Ik had eigenlijk nog één vraag en dat is de vraag hoe de heer Sloots aankijkt tegen, want hij geeft een suggestie voor het invullen van een dubbel plan. Ja. Dus zowel Kloosterduin als het plan van de gemeente. Zijn daar de aantallen inwoners voor die daarvoor belangstelling hebben en loopt de gemeente dan niet een te groot risico om de woningen hier te verkopen? Nou ja, als ik de huidige situatie bekijk, dan kun je juist wel stellen dat het plan Kloosterduin verkocht is bijna. Ik bedoel, dat is rond. Nou ja, en als je daar nog iets meer aandacht aan besteden, dan zie ik daar weer mogelijkheden voor de andere plek. Je zou ook wisseling kunnen maken. Plus er in het dorp ook wel zelfbouwers zijn. Hè? Dus, en als je het gebied aantrekkelijk maakt, en met name ook de ontwikkeling van dat kloosterterrein, hè, met die kerktoren en alles wat we willen doen daar, dan wordt het ook weer gebied aantrekkelijk voor mensen om daar te blijven wonen, maar ook voor de mensen die misschien daar wel willen wonen van buitenaf. Dat moet ik me voorstellen. Tot een heel mooi dorp. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Meneer Sloot, u geeft aan in uw bijdrage dat u best bereid bent om geld aan de gemeente te storten. Om tegoed te komen aan eigenlijk een beetje omgekeerde planschade wat dat betreft. Vond ik een aardige suggestie, maar dat lijkt een beetje een tegenspraak te zijn met de vorige spreker, de heer Velting. Die zei van ja, we hebben wel dat geld nodig om de subsidies te cofinancieren. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, kijk, we zijn nu bezig met de subsidieaanvraag. Dat loopt momenteel een aantal plannen. Gemeente Hardenberg heeft ons daar zelfs in gestuurd. Ook middels subsidiescan en al die andere voorwaarden. Dus ook samen naar de provincie geweest. In feite hebben we daar die 2 ton ook voor nodig. Maar als de keuze is tussen helemaal niets doen, dus daar niet bouwen, dan gaat sowieso dat soort dingen niet door. Denk ook aan de ontwikkeling van, we willen daar bijvoorbeeld een openluchttheater maken en een
druiventuin, zoiets. Nou ja, daar moet je sociale controle op hebben. Dus ons plan valt dan toch een beetje in deugen op dat gebied. En ik denk dat je dan toch voor dat ene plan kiest, omdat je dan misschien wel 50.000 krijgt in plaats van 2 ton. Als je die 149 ervan aftrekt, 145, hou je nog 55 over. Altijd beter iets dan niets. Dank u wel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Meneer Sloot, u gaf op een gegeven moment een hele opsomming van wat er allemaal aan het raadsvoorstel niet deugde. Zou u kunnen aangeven, kijken naar het raadsvoorstel, wat er wel deugt? Nou ja, dan moet ik het hele raadsvoorstel erbij pakken. Ik heb het hier nu niet voor me. Ik heb alleen de punten genoteerd die onjuist zijn. Er zal ongetwijfeld ook een aantal dingen wel in staan die wel deugen. Daar ben ik van overtuigd. Maar dan moet ik even mijn secondant raadplegen. Goeie vraag trouwens. En op de duur van de dag. Hè? Dank u wel. Volgens mij ben ik niemand vergeten nu, hè? Nee. Dank u wel, meneer Sloot. Oké. Okay. Dan wil ik mevrouw Nobbenhuis vragen. Dank u wel, mevrouw Hof. Goedenavond, ik ben Ria Nobbenhuis en ik spreek namens, ik heb in ieder geval op mijn lijstje staan, 11 mensen die graag naar het kloosterterrein willen verhuizen. En ik weet dat er meer zijn en die staan op de lijst bij Jeroen Lichtenberg. Die heeft u hier vanavond al eerder gehoord. Maar omdat hij voor een bedrijf werkt, kan hij natuurlijk uit privacy-oogpunt niet de namen geven. Wat ik even vooraf wilde zeggen ook, meneer Drosten is in het bezit van de volledige versie van onze reactie. Maar we hebben als bewoners ook maar 5 minuten. Die tijd is voor ons te kort. Meneer Drosten heeft me toegezegd dat hij morgen u de volledige versie van onze reactie stuurt. Geachte leden van de raad en het college. Ieder volk krijgt de overheid die het verdient, zo luidt het gezegde. Wij, inwoners van Sipkelo, die graag naar het kloosterrein willen verhuizen, wij willen graag samen met u ontdekken en onderzoeken of dit ook voor ons in Sipkelo geldt. In onze rechtsstaat mogen wij verwachten dat de overheid transparant handelt en een open communicatie met de burgers onderhoudt. We mogen verwachten dat de overheid betrouwbaar is. Dat betekent onder andere dat zij gemaakte afspraken nakomt. Op 10 november jongstleden hield de gemeente een woonwenseninventarisatie in Sipkelo. De manier waarop de gemeente die avond de touwtjes in handen hield en ook de manier waarop ze achteraf met de door ons gegeven inspraak is omgegaan, heeft ons Sipkeloers onaangenaam verrast. Bijzonderheden hierover staan onder andere in de volledige tekst en heeft u eerder ook al kunnen horen van de heren Sloot en Veltink. Maar een paar zaken daaruit. Wij hebben nog steeds niet het toegezegde verslag van die avond ontvangen. Sterker nog, de gemeente ontkent achteraf in een mail zelfs dat er sprake was van een verslag. Wij hebben ook gevraagd om een kopie van de woonwensenlijst, waarop wij onze voorkeuren hebben aangegeven. Ook daarop wachten wij al wekenlang. In het raadsvoorstel worden nu heel veel zaken anders voorgesteld dan op de manier waarop zij die avond en ook qua inhoud met ons zijn besproken en door ons op papier zijn ingevuld. Zie daarvoor ook de volledige tekst die u morgen ontvangt. Verder zouden we binnen 3 maanden van de gemeente horen welke locatie gekozen zou worden. Maar ook dat weer een loze afspraak. De gemeente toont met de hele gang van zaken rondom deze inventarisatie wel aan dat zij ons bewoners niet serieus neemt. Wij hebben ook nog steeds niet de WNW-notitie ontvangen, die wethouder Prinsen ons heeft toegezegd. Wij zijn onderhand het wachten op en het achterhouden van de beloofde informatie door de gemeente het helemaal beu en helemaal zat. En het vertrouwen is eigenlijk ook weg.
Want de gemeente vertraagt en versnelt processen. Daar waar het hen uitkomt. Daarbij houdt zij ons, daarbij houdt ze totaal geen rekening met ons. Ieder volk krijgt de overheid die het verdient. Is dat echt zo? Hebben wij Sipkeloers zo'n overheid verdiend? Een overheid die zelf onze woonwensen inventariseerde, maar die die wensen nu kennelijk zo makkelijk van tafel veegt, omdat ze niet passen in dat wat de gemeente blijkbaar beter uitkomt, namelijk problemen om eigen kavels verkocht te krijgen op een plek die wij niet willen. Wij nodigen uw raad uit om ons aan te tonen dat u wel een democratisch overheidsorgaan bent. Dat u wel staat voor alles wat wij van onze overheid verwachten. Een open houding, een open communicatie, transparant en controleerbaar zijn, betrouwbaar zijn, de burger serieus nemen. Voor ons betekent dit op dit moment ook heel concreet dat wij uw gemeenteraad vragen om niet in te stemmen met dit raadsvoorstel, omdat het is gebaseerd op tal van onjuistheden en onwaarheden. Ook dat heeft u zojuist van de heren Velting en Sloot gehoord. En dit hebben wij ook al eerder in een brief naar u geschreven en in gesprekken met raadsfracties aangegeven. Wij, de bewoners namens wie ik hier spreek en vele andere Sipkeloers, wij willen graag binnen 1 en 3 jaar een goede en betaalbare woning betrekken. Het bouwplan voor het kloosterterrein met woningen van 135.000 vrij op naam, dat plan voldoet aan onze behoeften. Dat is meermalen aangetoond. Ouderen en jongeren willen hier graag wonen, midden in het dorp, dicht bij de voorzieningen en te midden van het dorpsleven. Wij zijn niet geïnteresseerd in een kavel op voor de akkers, omdat deze locatie niet aan onze behoeften voldoet. Niet qua plaats, niet qua woningtype, niet qua prijs en al helemaal niet qua voorgestelde tijdsplanning. Er is immers nog helemaal geen woningbouwplan voor de akkers. Alleen maar een ruwe schets. Dat heeft u zelf gezien in het raadsvoorstel. Er moet dus nog heel veel gebeuren. Voordat daar de schop in kan. En we weten het allemaal. Ambtelijke molens. De economische crisis bracht niet alleen de gemeente in de problemen. Maar ons als burgers evenzeer. U heeft nog een minuutje, mevrouw Lorena. Dank u wel, mevrouw Hof. Ik hou het nog zeer kort. Maar u bent er voor ons en niet omgekeerd. Wij kunnen niet wachten op de traagheid van de gemeente in deze. We willen nu verder met ons leven. Geachte raad, u kiest binnenkort een locatie. Wij hopen dat u ons wel ziet staan en dat u ons laat zien en ervaren dat wij in Sipkelo toch wel de overheid misschien hebben en in ieder geval krijgen die wij verdienen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Noppenhuis. Zijn er vragen voor mevrouw Noppenhuis? Mevrouw Baarslag. Mevrouw Baarslag. Een korte vraag hoor, want u heeft natuurlijk eigenlijk gerepeteerd wat uw voorgangers ook zeiden, met nog iets meer nadruk. Ja. U zegt, want wij hebben natuurlijk in ons voorstel staan dat er 28 geïnteresseerden zijn en dat de helft geïnteresseerd is om op kloosterterrein te vestigen en de andere helft in de, of dat andere bij de akkers. U zegt heel wat anders. Ja. Hoe valt het nou te rijmen dan? Ja, hoe valt het te rijmen? Ik zou bijna de vraag willen terugstellen aan u, maar we hebben na de inventarisatie van de gemeente op 10 november een mailtje gehad van een ambtenaar van de gemeente dat er op die avond door 22 huishoudens een voorkeur was uitgesproken. Nou, wij als ouderen zaten met een man of 14, 15 verschillende huishoudens aan tafel. En die hebben allemaal op eentje na gezegd van kloosterterrein. Dus ik meen er zeker van te zijn dat er zeker 13, 14 mensen op dat moment die avond kloosterterrein hebben gezegd. En als er dan 22 reacties zijn volgens een mail van de gemeente en je haalt daar 14 af, dan hou je bij mijn weten maar 8 mensen over. En waar nou die aantallen 16 en 18 in het raadsvoorstel vandaan komen,
Het is mij een raadsel. Vraag het de opsteller van het raadsvoorstel. Gaat ook gebeuren. Graag, mevrouw Baarsaag. Dank u wel, mevrouw Nobberhuis. Rest mij nog om bij dit agendapunt op te merken dat wij vorige week vrijdag de schriftelijke, ik noem het maar even, de schriftelijke inspraak van mevrouw Knaken hebben ontvangen. Dus die is in ons aller bezit. Zij kon hier vanavond niet zijn. Dan zijn wij nu aangekomen bij agendapunt 4 en dat is het onderwerp locatiekeuze woningbouw Sipculo. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Luiten, meneer Kloekhorst, meneer Rodemond, meneer Bak, meneer Odink, mevrouw Baarslag en meneer Breukelman. Heb ik u ja, dacht ik al. Ik begin dan nu met mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de stukken gelezen en de historie is lang, vanaf 2008 en zo niet langer. Ik moet u heel eerlijk zeggen, voorzitter, dat als je dit stuk zo blanco zou lezen, met name bij 4.1, de zin staat: als de locatie voor de akker niet wordt aangewend voor woningbouw, zal deze grond moeten worden afgeboekt en loopt de gemeente veel geld mis. Zoals in het vorige hoofdstuk is verwoord, staat er. De raad zal hierover een besluit moeten nemen en dit tegenover de gemeenschap moeten verantwoorden. Ik moet u eerlijk zeggen dat die zin nou met name, even los van alle punten en komma's, mij triggerde in het gevoel dat dit nogal subjectief over kan komen. Oftewel kan lijken dat wij hier als raad bestuurd worden naar pas op. Straks hebben we een tekort op uw begroting en dit is wel een manier om het te kunnen dekken en dat doen we over de rug van de inwoners van Sipculo. Dat gevoel gaf het me in de eerste instantie. En als ik de inspreker zo hoor, wordt dat versterkt. Maar dat gezegd hebben dat het een gevoel is, dat maakt wel dat wij onze fractie enorm de behoefte heeft schriftelijk van de wethouder wellicht toch de gang van zaken beter uiteengezet hebben om dat goed te kunnen wegen naar volgende week. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk wel een heleboel vragen. In eerste instantie hebben we het raadsvoorstel gezien, naar aanleiding van het raadsvoorstel en op basis van een uitnodiging vanuit het Sipculose zijn we ook in Sipculo geweest. Wij vinden het eigenlijk best wel jammer dat het zeg maar, en ook nu vanavond weer verwoord en ook al eerder schriftelijk aangegeven, dat er toch al een aantal zware aantijgingen richting het college en het ambtelijk apparaat. En ik betreur dat wel. En ik zou ook de wethouder willen vragen om daar dus op te reageren. Hoe de wethouder het in het anders, zeg maar, ook naar aanleiding van ook nu vanavond weer verwoorde aantijgingen aankijkt. Een andere vraag die ik heb is of misschien ook de wethouder zijn beeld eens kan geven om het voor ons te snappen hoe dat zit met betrekking tot zeg maar 80.000 euro, hè, waarin de raadsvoorstel over gesproken wordt, en de 2 ton waar, vanuit het Sipculo. Hè, waar zit nou, welk bedrag moeten wij nou wel of niet van uitgaan? De bewering dat er zeg maar achterover is geleund door het ambtelijk apparaat, door de wethouder, om te komen tot goede planvorming in Sipculo. Ik ben ook benieuwd wat hoe de wethouder dat zelf ook ervaren heeft. Was het inderdaad op de manier van nou, Sipculo, u komt maar weer met plannen en wij zullen die wel beoordelen? Of zat er ook een proactieve houding in vanuit het college? Dan wordt er inderdaad nog een uitspraak gedaan met betrekking tot inbreiding en uitbreiding. Hè. Voorkeur is voor inbreiding. En ik ben ook even benieuwd hoe de wethouder dat in het totaal van zeg maar, het raadsvoorstel, hoe de wethouder daar tegenaan kijkt. Maar ik heb nog wel een aantal vragen, maar ik wou het in eerste instantie zeg maar, voor deze eerste ronde hierbij laten. Dank u wel, meneer Odink. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Oding heeft al heel veel vragen gesteld die ik ook had willen stellen, dus die hoef ik nu even niet meer te stellen, dus dat helpt. Dus ik zal wat dat betreft ook even wat korter houden.
Wat mij wel verwondert is dat we een raadsvoorstel krijgen waarbij ik, als ik het raadsvoorstel lees, eigenlijk tot één conclusie kan komen dat we voor de akkers moeten kiezen en vervolgens komt er heel veel achter vandaan. Dus het voorstel richting ons als raad, vind ik dat dan gaande ook wat in een richting gaan wat misschien wat zorgvuldiger had gekund, waar wat meer achtergrond had gegeven kunnen worden van hoe het nu daadwerkelijk zit. De insprekers hebben heel veel inzicht gegeven vanavond ook weer. Ik ben ook wel benieuwd hoe de wethouder kijkt richting het gepassioneerde voorstel dat hier ook neergelegd wordt met de passie hoe over het plan gesproken wordt. In mijn optiek is dit een stukje burgerparticipatie waar je ziet dat inwoners echt met enthousiasme staan voor een plan dat zij hebben. Ik hoor graag van de portefeuillehouder hoe hij daar tegenaan kijkt en ook hoe hij daarmee denkt op een goede manier om te gaan. Want hier ligt nu wel wat voor, laten we daar even heel eerlijk in zijn. En dat vergt ook een andere manier van besturen. Dan hoor ik ook graag van de wethouder hoe hij aankijkt tegen de opmerkingen. Dat sluit wel een beetje aan de heer Oring die dat iets scherper stelt dan ik het doe. Maar ik wil graag wel weten hoe het zit met de stukken waarom gevraagd is en die blijkbaar nog niet geleverd zijn. En er werd een opmerking gemaakt door mevrouw Nobbenhuis. Het vertrouwen is weg. En ik hoor ook graag daar een reactie op van de wethouder hoe hij daar tegen aankijkt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Bak. Mevrouw Luiten. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Een woningbouw in een dorp waar krimp op de loer ligt, om het maar even kort samen te vatten. Of we daar maar even willen besluiten waar, op welke plek dan, aan ons die taak. De PvdA, leefbaarheid in kleine kernen, is voor ons natuurlijk een heel belangrijk ding. Dat hebben we hoog in het vaandel. En het draagvlak in dit geval voor een particulier initiatief, waar het plaatselijk belang zo nadrukkelijk bij betrokken is, weegt voor ons dan ook heel zwaar. Ook nog een initiatief om de levendigheid te stimuleren en ook nog cultuurhistorisch erfgoed. U begrijpt, daar gaat mijn culturele hart sneller van kloppen. Kortom, het lijkt heel eenvoudig, maar we vinden het toch wat complexer dan dat. En het stelt ons ook wel voor een dilemma. Ten eerste omdat het particuliere plan uitgaat van toch een substantieel hoger aantal woningen. En dat is natuurlijk mede ingegeven door de gewenste opbrengst en minder op planologische of trendanalyses. Dat begrijp ik voor een particulier initiatief. Maar ik denk toch dat wij als raad daar een andere verantwoordelijkheid in hebben. Want wij moeten hier natuurlijk niet alleen naar het nu kijken en de wenselijkheid van zo'n groot plan, maar ook naar de toekomst. En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat omdat we nu te veel huizen bouwen, dat we daarmee de woningmarkt in Sipkelo op de langere termijn toch behoorlijk in de problemen brengen. Want daar zullen de bewoners die over 10 jaar bijvoorbeeld hun huis willen verkopen, naar wij aannemen, niet erg blij mee zijn. Dus voor ons is de reële behoefte, die voor zover je die nu kan inschatten, de reële woningbehoefte in zo'n kleine kern een heel belangrijk aspect. En niet alleen nu, maar ook over 10 jaar of over 20 jaar, voor zover dat min of meer betrouwbaar te voorspellen valt. En daar twijfelen we over, want eigenlijk in beide plannen vinden we die onderbouwing niet zo overtuigend op dit moment. In ieder geval niet genoeg om over 2 weken te besluiten, laten we er dan maar veel meer neerzetten of 2 plannen doen of op welke locatie. Daar komt bij dat de locatie natuurlijk door sommigen een rommelplek wordt genoemd, maar door anderen juist als een soort groene oase wordt beschouwd. En dat laatste wordt bevestigd door het bestemmingsplan, die zegt dat het een bos is. Weliswaar een jong bos, begrijp ik, maar toch, een bos is een bos. En ook daarvan zijn we eigenlijk benieuwd hoe de bevolking van Sipkelo daarover denkt. Hebben ze liever een bos of woningen? En als wat wij lezen in de memo, gaat het om 50-50. En als raad moeten wij natuurlijk alle burgers in Sipkelo serieus nemen en niet maar een deel. Gelukkig is het kloosterproject niet afhankelijk van de opbrengst uit de woningen. Dat is heel prettig. Maar kortom, wij hebben nog wel wat vragen, met name over de consequenties voor de langere termijn. En we vragen eigenlijk het college dan ook om ofwel te kijken of er een nadere, wat neutrale analyse gemaakt kan worden over hoeveel woningen wij denken dat de behoefte in Sipkelo op de langere termijn zal zijn. Ik denk dan ook bijvoorbeeld aan het feit dat we natuurlijk vrij onlangs hebben besloten op Marslanden 2. En wat heeft dat dan voor consequenties? En ofwel een serieuze poging te doen om te bezien of je de plannen kan combineren. Daar kunnen we ons ook wel iets bij voorstellen. Daar wou ik het voor nu even bij laten.
Dank u wel, mevrouw Luiten. Meneer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met het raadvoorstel dat voor ligt, daarmee maakt het college haar locatiekeuze in feite bekend. En nu zijn wij als raad hierin aan zet. Dat het onderwerp leeft in Sipkelo, dat is ons wel helder geworden. En dat bleek ook wel uit ons bezoek van vorige week, denk ik. En ook door de vele ingekomen brieven en de sprekers van vanavond. Het is ons inmiddels overigens ook duidelijk dat niet alle geluiden uit Sipkelo uitgaan voor het kloosterterrein. En mijn vraag is ook of dit een rol heeft gespeeld voor het college om te kiezen voor de akkers. Er wordt overigens ook gesteld dat het college, wat de initiatief invat, zou hebben tegengewerkt. Ook goed om te horen dat u in ieder geval heeft ondersteund in de subsidieaanvragen. Dat doet me dan weer deugd. Ik hecht er overigens wel aan te zeggen, voorzitter, dat de toon die soms door sommige belanghebbenden is aangeslagen niet de mijne zal zijn. Maar goed, die opmerking laat ik even voor de kanttekening. In de afgelopen jaren ben ik meermaals in Sipkelo geweest om daar ook te horen over het woningbouwplan op het kloosterterrein door verschillende mensen. En hoewel de woonfunctie door de jaren heen gewijzigd is, zijn de plannen voor een groot deel toch wel gelijk gebleven. En toch is in die jaren is het nooit tot een aanvaardbaar plan gekomen. Dat begrijp ik van het college. En in die zin kan ik het college ook bevolgen als ze zegt dat ze verwachten dat het plan niet van de grond komt en daarom graag verder wil aan de gemeenteweg. Echter, tijdens ons bezoek van vorige week zijn ook een aantal zaken stellig beweerd. En een aantal van zijn ook teruggekomen in het schrijven van Stichting Stuwen Sipkelo. Graag horen wij ook daarop de reactie van het college. En wat bij ons daarvan belangrijke indicatoren zijn, is het aantonen van de woningbehoeften, de intentieverklaringen bij een ruim aantal personen, de intentieverklaring bij de stichting die zegt die garantie staan voor enkele omissies in de vraagcurve en percentages huurkoop en de financiële gegevens daarbij. En u merkt misschien wel, voorzitter, dat de fractie van de CDA nog twijfelend is op dit onderwerp. En daarom maken wij ook graag gebruik van dit meningsvormende onderdeel. En wij leggen uw twijfel ook graag hier in uw midden. Wat is namelijk aan de hand? Er is sprake van behoefte aan woningbouw in Sipkelo. Dat stellen eigenlijk alle betrokken partijen hierin wel. Als je kijkt naar voor de akkers, dan zou je kunnen zeggen dat daar misschien wat minder risico's op zijn. De gronden zijn van de gemeente. Er zijn weinig juridische obstakels, weinig obstakels in de ruimtelijke ordening. Echter, de kloosterlocatie, vind ik, is wel een verhaal met kansen. Ook een mooi verhaal, een betere positie in het dorpcentrum, een mooie locatie, een gebied met historische waarden, etc. Echter is die kloosterlocatie er ook eentje met risico's. Rondom een klein stukje gemeentegrond, op de zandaangraving ligt vooral, daaromheen ligt vooral grond van de heer Dorrestein. De locatie is juridisch minder eenvoudig in te passen in de ruimtelijke ordening en je hebt ook nog zaken als hoogteverschil. Dat is ook de reden, voorzitter, waarom we zo nadrukkelijk willen insteken op haalbaarheid. Het zal namelijk heel vervelend zijn wanneer je de kloosterlocatie bestemt voor woningbouw, maar wanneer het niet van de grond komt. Je hebt dan in de harde plancapaciteit voorzien, terwijl er in werkelijkheid niets gaat gebeuren. En wanneer er niets gebeurt, vervalt de vraag vanzelf en zit je daar min of meer met de gebakken peren. Of je moet dan toch elders gaan bestemmen en een flink verlies nemen voor je inspanningen op het kloosterterrein. Dat zijn denk ik de hoofdkaders voor het CDA en we horen graag ook daar de reactie van de wethouder zometeen op. Sluit ik af, voorzitter, met een vraag over de financiën. Ik vraag mij af waarom alle 4 hectare zijn ingeschaald op het NIG-niveau, het niet in gebruik genomen gronden. Terwijl de plangrootte voor de akker slechts een half hectare is. Er wordt ook geschermd met een geportentieerde meeropbrengst van 145.000 euro. Ja, dan denk ik, deze staat ook niet in de grondexploitatie. Dus is het wel zo zuiver om dat hier nu als argument op te voeren? Ook daarover graag een reactie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Breukelman. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, de vorige sprekers aanhorend zijn veel opmerkingen natuurlijk al geplaatst. Blijft over dat we willen benadrukken vanuit D66 dat wij het een heel mooi initiatief vinden wat betreft het burgerinitiatief om op het kloosterterrein of rondom het kloosterterrein
woningbouw te realiseren. En inderdaad, ook wij hebben vragen naar de haalbaarheid van dat plan. Als je dan kijkt naar het raadsvoorstel, maar ook dat is al eerder gezegd en dat onderstreep ik dan ook. Lijkt het nu wel een beetje richting één doel te redeneren in het raadsvoorstel, waarbij we graag een verkenning zouden willen doen naar de meerdere opties die nu op tafel liggen. Hè? Dus of het een of het ander of een gezamenlijk plan. Waarbij de risico's van beide plannen ook wat mij betreft wat beter in kaart zouden gebracht moeten en kunnen worden. De suggestie van de initiatiefnemers met betrekking tot het kloosterterrein om de andersom planschade met elkaar te gaan dragen, vind ik wel een interessante gedachtegang en daarop graag een reactie in ieder geval van de wethouder. En wat betreft dan die woonbehoeften, daar zou ik dan wel graag even wat reële cijfers, de huidige woonbehoeften, werkelijke cijfers tegenover zien in plaats van prognosecijfers, omdat we dus zien dat er blijkbaar gewoon mensen zijn die zich inschrijven op bepaalde woningen. En die wil ik dan graag afgezet zien tegen de plannen, maar mogelijk was dat ook de opmerking van mevrouw Luiten zelf al. Dus nogmaals, het zijn meer onderstrepingen van eerder gemaakte opmerkingen, maar wij zijn erg nieuwsgierig naar deze punten. Dank u wel, meneer Rodemond. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Gisteravond toen dacht ik nog van, wat zou Johan Klemmer daarvan gedacht hebben? Toen hij in 1406 waarschijnlijk een klooster zonder vergunning bouwde. Maar goed, daar gaat het vanavond niet over. Dus alles is dan gevraagd. Allemaal zaken die mij ook aan het hart gingen. Ik heb eigenlijk maar één slotvraag. Dat is, bent u na de handreikingen die vanavond zijn gedaan, bereid om samen met de Stichting Kloosterwonen om tafel te gaan zitten? Ik denk dat dat voor het dorp zelf ook een zegen zou zijn, want terecht, de heer Burkerman wees er ook even op. Ik heb ook wel eens een beetje het gevoel dat er een barst komt en dat moet niet. Ik zou graag zien dat we dat ten goede van de hele gemeenschap op zouden lossen. Dank u wel, mevrouw Baarslag. Nou, ben ik toch een keer het laatst. Voorzitter, er is heel wat gehoord vanavond. En ik heb de problematiek van Sipkuler al een paar jaar meegemaakt. Ik wil toch even terug naar 2004. Toen zijn de gronden van de gemeente door de gemeente aangekocht van de akkers. Daar is onderzoek naar gedaan. Ik zou wel willen weten van de wethouder of dat globale onderzoek wat toen heeft plaatsgevonden betekent dat de bewoners daar ook bij betrokken waren in die tijd. Want in 2004 grond aankopen zal niet de goedkoopste grond zijn geweest, maar heeft wel een voorzienende gave. Dan, we weten al sinds jaar en dag dat starters en jeugd en ouderen zich daar willen vestigen. Maar het stuk geeft aan dat er 28 mensen geïnteresseerd zijn. De helft op de akkers en de helft op de kloostertuin. En de inspreker zegt vanavond waar dat vandaan komt. Wie zal het zeggen? Ik ben wel benieuwd hoe het wel in elkaar zit. Want wij hebben op die avond dat we met de gemeente gesproken hebben, zijn dat soort cijfers helemaal niet boven tafel geweest. Nou, het stedenbouwkundig plan geeft aan dat er maximaal 10 woningen komen. Mogen komen. Daar wil ik wel graag uitleg over hebben, want als er 28 mensen geïnteresseerd zijn en echt geïnteresseerd zijn, dan zou ik zeggen van, er zijn twee locaties en bouw ze. We hebben gehoord dat die 17 woningen op de Kloostertuin niet de voorwaarden zijn voor de heer Dorenstein om te bouwen. Als het minder is, kan het ook. Dan wordt het misschien wat minder geld voor de Kloostertuin. Maar ik denk, joh, waarom zou je dit soort zaken niet op kunnen lossen? Zonder nou heel diepgaand in te gaan op het voorstel zoals het er ligt. Maar er zijn toch wel dingen gepasseerd vanavond die mensen hebben gezegd. Geen verslag vanavond, woonwensenlijst. Waar baseert de gemeente het op? Dus graag een beetje uitleg hierover, want anders dan gaat het een leven op zichzelf leven. Dank u wel, mevrouw Baarslag. Dan vraag ik of de wethouder de vragen wil beantwoorden. Voorzitter, dank u wel. Ja, laat ik eens beginnen met te schetsen wat er sinds de periode dat ik wethouder ben,
En dat is al heel lang, zoals u weet. Zich rondom het kloosterterrein, in mijn beleving, in de samenwerking met in eerste instantie de initiatiefnemer heeft afgespeeld. Volgens mij was het in 2003 dat ik samen met de initiatiefnemer, dat ik genodigd werd door de initiatiefnemer, die een idee had over het kloosterterrein. We zijn, samen zijn we in het gebied geweest. Het was op maandag, dus er waren niet veel cafés open. Eindelijk vonden we in Marienberg volgens mij een kroeg, heer Dorrestein, waar we koffie hebben gedronken. En daar heeft de heer Dorrestein aan mij zijn droom, mijn plannen verteld. En dat ging over zorg wonen in Sipkelo. Want de vrees was, als mensen op een bepaalde leeftijd komen en niet meer goed zelfstandig kunnen wonen, dat er dan voor die mensen iets geregeld moest worden. Nou, dat was in een tijd dat kleinschalige woonvoorzieningen, dat die opkwamen. Zie Bergentein wat later gerealiseerd is, zie Slagharen, en zo hebben we nog wel een paar voorbeelden in deze regio. Daar is initiatiefnemer mee aan de slag gegaan en wij hebben later gezegd, en volgens mij was dat ongeveer 2005 in het college toen het weer ter sprake kwam, hebben we gezegd van nou, laten we daar wat nader op studeren. Nou, alle dingen nemen ze tijd. Volgens mij is de initiatiefnemer in gesprek geweest met verschillende zorginstanties, met woningcorporaties, want wonen en zorg scheiden enzovoort, speelden in die tijd. En in 2008 hebben wij een principebesluit genomen als college. En in dat principebesluit van het college stond dat wij in beginsel positief staan tegenover een private ontwikkeling van het kloosterterrein. En daar bedoelen we niet mee het kloosterterrein aan zich, maar daar bedoelen we mee het aanpalende terrein, zoals dat net ook is genoemd. En belangrijk daarin was dat de samenhang tussen het klooster en de nieuwbouw, dat dat verantwoord moest zijn. Er was toen zelfs nog sprake even van een dorpshuis. En er zijn wat inhoudelijke en financiële randvoorwaarden. Zijn er aangegeven dat die verwoord moesten worden, want de intentie was steeds natuurlijk die oudere voorziening, maar ook middelen proberen te genereren om een soort vliegwiel voor de kloosterontwikkeling, het zichtbaar maken van het klooster, om dat als een, om middelen te genereren om dat mogelijk te maken. Op basis daarvan hebben we ook daarover een definitief besluit genomen. Nou, toen is er een hele tijd is er van alles over en weer gegaan. Het was gewoon heel lastig om een goede partij erbij te vinden. En de wereld veranderde. De zorg veranderde. En we zagen ook dat de economie wat veranderde. In 2012 hebben we overleg gehad met plaatselijk belang. En tussendoor hadden we wel eens telefoontjes. Maar in 2012 hebben we overleg gehad met de heer Dorrestein en plaatselijk belang. En concrete plannen konden er niet worden gepresenteerd, omdat er geen partij, geen partner was gevonden. In 2014, begin 2014, en tussendoor zijn er wel allerlei contactjes geweest, maar dat voert te ver om dat nu allemaal de revue te laten passeren. Hebben we een gesprek gehad waar ook Beter Wonen bij aanwezig was, want Beter Wonen had nog altijd wel iets van interesse. En Beter Wonen die heeft bij een gesprek gezeten en in dat gesprek heb ik aangegeven dat het college, de initiatiefnemer, want er was toen op dat moment nog steeds één initiatiefnemer die in de regel bij ons aan tafel zat, zo af en toe ondersteund op plaatselijk belang, hebben wij aangegeven, nou eigenlijk willen we dat u voor de zomer van 2014, voor het zomerreces, met een plan komt. Want er zijn wat vragen over woningbouw in Sipkelo. We hebben nog één kavel, een beetje een lastig kavel voor de verkoop. Ja, hebben ook wel mogelijkheden onderzocht om dat te splitsen en volgens mij is dat ook mogelijk. En dat wij graag verder willen. Dus we kunnen niet met twee plannen, denken we, tegelijkertijd komen. Dus af en toe is het kloosterplan. En dan mag dat een ander plan zijn, deels, maar wel passend in dat gebied, dan uitsluitend ouderenhuisvesting, omdat we inmiddels wel wisten dat dat heel lastig te realiseren zou zijn. In juni bereikte ons formeel het bericht van Beter Wonen dat hij afzag van deelname. En de argumentatie was, wij geloven niet in nog extra huurwoningen voorlopig in Sipkelo. Wij zijn bang, we krijgen ze misschien de eerste jaren vol, maar als je nieuwe woningen zet, wil je toch een exploitatie van 20, 30 of 40 jaar. Wij zijn bang dat dat niet lukt, was ongeveer de argumentatie.
In hetzelfde jaar, juli en augustus, in die orde van grootte, hebben wij een schetsplan gekregen met 17 woningen. En daarvan is onze reactie geweest, dat is veel te stedelijk. Dat heeft u ook allemaal na kunnen lezen. Te veel woningen, nou, daar hebben we van gezegd, van, nou, daar zal u iets aan moeten doen. Ja, wil dit een haalbaar plan worden in ruimtelijk en kwalitatief opzicht. Hetzelfde plan is daarna nog een keer gepresenteerd en toen hebben we hem als discussienota maar eens in het college getrokken. En in het college hebben we gezegd, plan te stedelijk, maar we willen ook niet dat Zipkelo op slot komt te zitten. Daarom zullen we voor een ontwikkeling van voor de akkers moeten gaan misschien wel. En misschien als dat plan een deel is uitgevoerd, zodat de eerste woningvragen zijn opgelost, zouden het kloosterwonen alsnog kunnen inpassen. We hebben zelfs in het college gezegd, en dat heb ik ook voorgelegd, je zou zelfs nog kunnen kijken, zou je voor de ene doelgroep niet wat meer aan de gemeenteweg moeten bouwen? En misschien voor een andere doelgroep, zodat het elkaar niet bijt op het klooster. Alleen, je zit aan de gemeenteweg zit je met een heel gemakkelijke infrastructuur, want je kan aan de bestaande weg kun je zo de eerste kabels uitgeven. Dat is niet ingewikkeld. Dat is net vanavond ook genoemd. Kloosterwonen is een stuk ingewikkelder. Er ligt weinig infrastructuur, dus je moet heel veel, relatief, heel veel infrastructuur aanleggen. Vandaar ook, denk ik, die aantallen woningen. We hebben zelfs initiatieven, en of dat in hetzelfde gesprek of later is geweest, weet ik niet precies. We hebben zelf gezegd van, nou ja, je zou ook daar verspreide woningen. Misschien past dat wel veel beter in dat gebied, zodat je de natuur, en daar kun je van vinden wat je ervan vindt, er is van alles over gezegd, maar dat je die wat meer als uitgangspunt van je woningbouwplan neemt. Goed, het was inmiddels zomerreces 2014 geweest en daarmee geef ik ook aan, hoe was het college hebben zitten worstelen met dit plan? Want als je het hebt, ik heb het nog niet eens over burgerparticipatie, maar dat is overheidsparticipatie. Als er vanuit de samenleving iets komt, dan wil je dat, tenminste zo zit dit college in elkaar, zo zit ik als portefeuillehouder in elkaar en ik weet dat u als raad ook zo in elkaar zit, dan wil je dat als het enigszins kan, wil je dat faciliteren. Dus we hebben de periode tot het zomerreces van 2014 hebben we wel ongelooflijk ruim genomen. Goed, uiteindelijk, en dan neem ik even een paar stappen, hebben wij bij mij op kantoor nog eens een gesprek gehad en ik ben uitgenodigd door de stichting Stuwend Zipkelo. En daar ben ik samen met mijn ambtelijk medewerker ben ik daar geweest. En daar hebben we aangegeven, het college neigt gewoon, omdat we tempo nu willen maken, we neigen gewoon naar de gemeenteweg. Omdat dit een moeilijk te realiseren project is en omdat de plannen die er liggen ons nog te weinig, laat ik zeggen, dat we nog te weinig van de kwaliteit en de ruimtelijke inpassing van dat gebied zijn overtuigd. Want er werd net gezegd van ja, de gemeenteweg, hoe is dat allemaal ontstaan en zo. Maar in 1960, vanaf 1960, ja, ik heb het zelf allemaal niet meegemaakt, maar ik haal het ook uit de aanhalen, is er al gekozen voor de uitbreidingsrichting van Zipkelo in de richting zoals hij nu gaat. Dus het was ook heel logisch, toen wij in 2004 zagen dat de kavels opraakten, ja, en dat daar toch een behoorlijke behoefte aan woningen was, dat wij gronden hebben gekocht. Ja? En of dat in overleg met plaatselijk belang is gebeurd, er is in ieder geval gecommuniceerd met plaatselijk belang, maar of dat in overleg is gebeurd, dat weet ik niet. Want het lag in de reden dat de ontwikkelingsrichting van Zipkelo die kant op zou gaan. Maar goed, in september 2015 hebben we een vergadering gehad in het museum in Zipkelo. En daar hebben we ook aangegeven, we gaan een onderzoek doen en dat doen we niet door mensen enquêteformulieren te sturen. We houden een bijeenkomst waarop mensen hun wensen kunnen aangeven wat betreft wonen en op wat voor termijn men bepaalde dingen zou willen. Maar we hebben ook nadrukkelijk aangegeven, echt nadrukkelijk aangegeven, dat wij wat de tijdspannen betreft, het wat ons betreft, wel ongeveer op is. Dus achteroverleunen, ik herken me er helemaal niet in. Echt niet. Goed. Misschien is het goed dat ik even mijn verhaal afmaak, voorzitter. Ja, dat is goed. Laten we dat zo doen. Goed. Ik hou hem vast. Ja, hou hem gewoon vast. De avond is er geweest. En die avond heeft gegevens opgeleverd. En die gegevens, ja, dat is ook een beetje misschien het misverstand van, ja, er wordt geroepen een verslag. Er is een
Dit moet u zien als een verslag. Dit is erop geleverd. Dat is ook toegestuurd en dat is geanonimiseerd. Leeftijdscategorie. Waar gaat je voorkeur uit? Op welke termijn? Ingewikkelder is het niet. En wat ik dan zie, ja, dit moet u zien als een verslag. Hè? Dit is wat er die avond opgaat. Dat was de bedoeling. En dan ziet u dat er op die avond, en ik heb zelf net nog even nageteld, wat opvallend is, en misschien ook niet, maar ik vond wel opvallend, dat er 8 20 tot 30-jarigen waren, waarvan 7 voor de gemeenteweg kiezen. Als ik dan kijk, tussen de 50 en de 60-jarigen waren er volgens mij ook 8. En daar kiezen de 6 voor het kloosterterrein. Dus je ziet ook duidelijk een andere behoefte bij de ouderen en de jongeren. Dit heeft waarschijnlijk ook met zelfbouw heeft dat te maken. Ja, heel veel jongeren, we kennen Sipkelo ook als een dorp waar toch jongeren in de regel hun eigen woning bouwen samen met familie en vrienden. Dus dit overzicht, dat is toegestuurd. Gezamenlijk, in gezamenlijkheid met het collegestuk. En het collegestuk is het raadstuk. We hebben niet een ander stuk. We hebben precies hetzelfde stuk wat wij in het college hebben gehad. Dat is ook naar de raad gegaan. Dus de suggestie die er wordt gewekt dat er van alles en nog wat is gevraagd. En dat het niet is gekregen. Ja, ik heb niet meer. Dus waar wat vragen over leefden, dat was, mogen wij de namenlijst en de keuzes van mensen hebben. Ja, we hebben met een privacywet te maken. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben alle aanwezigen hebben wij een mail gestuurd en gevraagd om toestemming, of de naam plus de keuze van die avond, of we dat bij, zeg maar, de stichting Sturend Sipkelo dan wel bij de woordvoerders mocht komen te liggen. Daar hebben 11 mensen op gereageerd die dat goed vonden. De rest niet. Heeft niet gereageerd. De brief was zo opgesteld dat er een reactie moest komen. Dus we hebben als college, en zo hoort dat, vandaag hebben we dat even besproken. En volgende week proberen wij een WOP-besluit te nemen, de Wet Openbaarheid van Bestuur. En dan kunnen de namen die bekendgemaakt mogen worden, kunnen naar de mensen toe. En de rest, dat wordt keurig afgeplakt. Zo hoort dat in dit land, ja. En ik kan me voorstellen dat in sommige situaties mensen die er nu om vragen ook in een situatie kunnen zitten, dat ze het ook liever niet anders hebben. Ik zit er maar één vraag hierover stellen, want als dan wordt het zoveel allemaal. Wat ik hoor van de mensen is, die zeggen, wij hebben om een verslag gevraagd. U heeft het over een wensenlijst van mensen die ingevuld hebben wat ze willen en waar ze wat willen. Daar is communicatie over, want de mensen vragen, wanneer krijgen we ons verslag? Dat is toch heel simpel om dan uit te leggen, er is geen verslag. Maar dat hebben we ook gezegd, maar men denkt dat er wel een verslag is, maar er is geen verslag. Ja, er is toegezegd, ja, ik ben er niet bij geweest. Er is toegezegd dat er van die avond de afspraken, en dat is dit, dat die op papier en dat iedereen die mocht hebben zonder naam en rugnummer. Ja, en dat is er en dat is toegestuurd. Goed. Dat is eventjes zo in chronologische volgorde. Dus vanuit zorgwonen, wat niet ging, hebben we gezegd, kom dan met een plan wat passend is. Nou, dat is best lastig, want dat heeft ook vooral met geld te maken. Daarop hebben we gezegd, misschien moeten we het ene initiatief en het andere initiatief naast elkaar zien. Dat is voor ons, en daar ben ik heel eerlijk in, aan de gemeenteweg is dat een stuk makkelijker. Ja, want er is aan de totale infrastructuur, ga je gewoon kaveltjes uitgeven. Dat is niet ingewikkeld. Maar dat is ook iets wat men in Sipkelo, gegeven ook de aantallen die er staan, ook, daar is ook vraag naar. Nou, vanuit dat kloosterwonen met minder woningen of een andere typologie van woningen, dat is zeer waarschijnlijk even wel lastig, want we hebben wel elke keer hetzelfde plan gekregen. Ja? En van dat plan is toch onze opvatting, voor dat gebied is dat te stedelijk, dat doet geen recht aan dat gebied. Nou, uiteindelijk hebben we na al die jaren, ook degene die graag willen bouwen, hebben niet langer willen laten wachten en heeft het college gemeend u deze keuze voor te moeten leggen. Is dat geld gedreven? Nee. Maar we moeten wel inzichtelijk maken wat het betekent als ons eigen terrein niet tot ontwikkeling komt. Ja, daar moeten we gewoon ook heel open en transparant in zijn. Als wij het kloosterwonen al eerder geweten hadden dat het kloosterwonen dat gerealiseerd zou worden, hadden we ook eerder iets in uw richting moeten doen. Want nu hebben we niet afgewaardeerd, omdat de opbrengst van die halve hectare is bijna net zo groot om het verschil in boekwaarde nu en het boekwaarde bij afwaarderen om dat goed te maken. Dus in
paar tienduizenden tussen. Ja? Als we, ja? Dus dat moeten we ons ook even heel goed realiseren. Maar dit is nooit financieel gedreven geweest. Laat het helder zijn. Want daarvoor, en met alle respect, is een hoop geld. Ik heb het niet in mijn achterzak. Maar dan heb ik wel andere exploitaties. Ja, en daar hebben we een paar weken geleden ook hier een besluit over genomen die een andere noodzaak hebben. Daarnaast heb ik, en dat mag nooit maatgevend zijn, dat weet ik ook. Maar ik heb van Beter Wonen het signaal, ik zie huurwoningen voorlopig niet zitten. Ik heb in de markt, nadat we zelf al dit voorgenomen besluit hier hadden zitten in onze bovenkamer, heb ik in de markt gecheckt, zou u in Sipkelo, gewoon een marktpartij, zou u in Sipkelo een project willen doen met 17 woningen, gemelleerd, van rijenwoningen, 200 in kap en vrijstaande woningen. Zou u dat als project willen doen, projectontwikkelaar? Nou, daar stond, gewoon om te checken, hoe wordt dit beleefd in de markt? Want misschien zitten wij er wel helemaal naast. Ja, wij weten ook niet alles. Nou, daar werd niet echt enthousiast op gereageerd. En er komt bij, op het moment dat wij een bestemmingsplan maken voor 17 woningen, dan is dat harde plancapaciteit. Als die woningen niet worden verkocht, kunnen we die woningen de eerste jaren nergens anders uitgeven. Dan gaat het ten koste van, nou, we noemen het dan niet meer contingenten, maar het begint er weer vandaag veel op te lijken. Is dat erg? Op dit moment niet, moet ik zeggen. Want we hebben nog wel een beetje ruimte. Maar ik kan niet in de toekomst kijken hoe de situatie over 4 à 5 jaar is en we wel die behoefte hebben. Dat alles heeft ons gebracht tot het besluit wat wij aan u voorleggen van alles overwegende zouden we willen beginnen met de gemeenteweg. Kan er dan niks bij het klooster? Nou, dat heb ik net proberen te uit te leggen. Je zou ook dingen naast elkaar of achter elkaar kunnen doen. Maar let wel, de exploitatie op het kloosterterrein is een hele lastige. Hoe komen zij aan 2 ton, hè? Hoe komen de berekeningen, de initiatiefnemers aan 2 ton en wij aan 80.000? We hebben de berekening gehad of ingezien. Daar moet ik even het antwoord schuldig op blijven. En die hebben we naast de normen zoals wij rekenen in onze exploitaties gelegd. En dan wordt er altijd iets opgenomen voor plantschade. Dan wordt er altijd iets opgenomen voor, nou, er zat iets met nog wat BTW in. De rente, want de looptijd van een plan uit een stuk projectontwikkeling is in de regel, kan dat redelijk lang zijn. Dus je hebt nogal wat renteverliezen. En als je dat daarin meeneemt, zo zijn wij aan die 80.000 en af het 90 is of 100 of 60. Ja, duidt mij niet euvel zou ik zeggen, maar die 2 ton... dat is in onze optiek, volgens onze berekeningswijze, en dat doen we ook als we andere projectontwikkelaars, als die dingen aanleveren, kijken we altijd even in de methodiek die landelijk geaccepteerd is, van ja, hoe zouden wij ernaar kijken in onze berekening. Er zijn inmiddels 2 vragen, in ieder geval meneer Rodemond en 1 van mevrouw Van den Hoek. Dus ik wil eerst naar meneer Rodemond en daarna naar mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een aantal vragen. Ik probeer mij te beperken. U zegt in uw historisch overzicht dat het college het plan te stedelijk vindt en daarmee kiest liever voor de locatie voor de akkers. Bovendien moeilijk te realiseren. Nu horen wij van de insprekers andere verhalen. A, het plan is wat hen betreft flexibel, want ze gaan uit van 17, maar ze zijn ook bereid om te kijken naar minder aantal woningen. Nu snap ik dat u reageert op voorliggende plannen zoals u die heeft gezien, maar toch wilt u daarop reageren, is mijn verzoek. En het moeilijk te realiseren, ja, dat zijn natuurlijk ook verhalen van de insprekers. Ze zeggen van ja, in feite hebben we al bijna de kavels volledig verkocht. Dus wat dat betreft lijkt het makkelijk te realiseren zijn. Dus uw zienswijze daar ook graag op. Voorzitter, minder dan 17 woningen, dat is voor mij nieuw. En terecht zegt u dat ik reageer op het plan wat voor ligt. En kijk, hoe moet ik een intentieovereenkomst wegen? Dat vind ik wel heel erg lastig. We hebben iedereen kent het gebied. Voorzitter, sorry. Ja? Mag ik daar even op reageren? Want hoe moeten wij dan wegen wat de mensen zeggen op een inloopbijeenkomst? Ja, daar hebben wij ook van gezegd, 28 mensen die op een bepaald moment iets willen. Wij zijn op 10 woningen gaan zitten voorlopig. Ja? Ik heb wel eens de grove benadering gehad als we in het verleden, voor de crisis, kregen we 100 mensen op een inloopavond. En dan kwamen ze de tweede keer die 100 ook nog terug. Dan zeiden we, voor de crisis was 50 kavels. Tijdens de crisis was dat een kwart of nog minder.
Ja? Dus ik vind dat gewoon heel lastig om dat te wegen. Het mooiste voorbeeld vind ik wel Brandsveen, een zaal vol. Heel veel mensen die op de hoogte willen blijven, hun naam op lijsten zetten. En ik ben daar in 2014 wel eens langs erin gedacht, komt dit ooit goed? Eén woning midden op het terrein. Ja? En we hadden toen al het idee, het eerste jaar verkopen we de 40. Ja? Die informatie hebben we ook wel eens gedeeld naar aanleiding van. Dus ik vind dat lastig om dat te wegen. Dus daar hebben we toch een klein beetje onze eigen expertise op losgelaten. En we hebben gezegd, die 28, die allemaal aangeven van tussen 1 of tussen 0 en 5 jaar iets te willen, daarvan hebben we gezegd, nou, laten we het eerst eens even houden bij 10. Ook door ervaring wijs geworden. Dus als ik morgen verkoopcontracten, en intentie vind ik hartstikke mooi, maar ja, vind ik wel lastig om te beoordelen, hoe vast is die dan? Kijk, de wereld verandert. Als ik morgen 17 koopcontracten krijg met datum van 80%, dat is natuurlijk flauw, die krijg je niet. Ja? Maar ja, ik vind al die interesse vind ik heel mooi. En ik heb hartstikke veel waardering voor het enthousiasme en de vechtlust die er is. Maar er is ook een andere kant. Want ik werd door een inwoner van Sipulo gewezen op de Facebookpagina, waar ook mensen een reactie schrijven van niks dat terrein, we willen naar de gemeenteweg. Dus er zit, aan de ene kant hebben we hele fanatieke aanhangers voor de kloosterwoning, super. Aan de andere kant hebben we ook mensen die graag zelf wel willen doen aan de gemeenteweg. Dus het ligt wel wat genuanceerder. Dus mijn voorkeur, ja, heb ik ook proberen aan te geven, de voorkeur van het college, laten we toch om snelheid te maken, want het plan voor de gemeenteweg, dat is een kwestie van een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Nou ja, mensen maken daar zelf de tekening voor hun eigen woning, dus dat hoeft niet zo lang te duren. Voorzitter? Nee, ik ga eerst naar mevrouw Van den Hoek, dan ga ik naar mevrouw Luiten en dan mag u meneer Bak, sorry. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder danken voor een uitvoerig betoog in hoe het tot nu toe is gegaan. Allemaal hele goede, technische, onderbouwde argumentatie. Nergens heb ik kunnen vinden in uw betoog hoe het kan dat het emotionele stuk waar de insprekers hier ons hebben laten deelgenoot van zijn, waar die scheuring heeft plaatsgevonden. Want als het zo strak, zoals u het aangeeft, hoe kunnen dan de emoties aan die kant, meneer Breukeman gaf dat ook aan, hè, de toonzetting, zo ver van uw beide kanten. Hoe kan dat? En denkt u dat daar nog een brug valt te slaan? Want even los van hoe hier de besluitvorming valt, er lijkt wel een kwetsuur te zijn ontstaan aan de zijde die nu achter mij zit. Dat baart mij wel zorgen als daar toch forse uitspraken worden gedaan, verlies van vertrouwen, hier een oproep aan ons wordt gedaan. Hoe weeg ik dat vanuit onze fractie of hoe doet u dat? Nou, voorzitter, ik wil toch aangeven dat ik ook bijzonder verrast ben. Ik ben ook bijzonder verrast. Want we hebben in het hele traject vanuit het college, mocht ik degene zijn die de boodschappen vertelde hoe we erin zaten, vanuit het principeverzoek van toen, hebben we continu aangegeven. We hebben niet voor niks het verhaal in 2014 aangegeven. Voor de zomer moet u met een acceptabel plan. Daar hebben we nog ruimte voor gegeven om dat bij te schaven. We hebben de hand uitgestoken. Misschien moeten we twee dingen naast elkaar doen. Ik ben op die avond in Sipulo geweest en hebben gezegd, jongens, als dit, dat onderzoek uitwijst dat het unaniem allemaal is dat er niemand aan de gemeenteweg wil zitten. Maar als die duidelijkheid er niet is, dan zullen we dat allemaal meewegen. Dus men was, degene met wie ik sprak, waren op de hoogte van dat het in de reden lag dat we dit besluit zouden nemen. Dat hebben we gecommuniceerd. Ik was ook heel erg verrast. Ja? Niet dat mensen teleurgesteld waren, want dat tekent de betrokkenheid. Maar ik was wel heel erg verrast van sommige uitspraken van mensen waar ik mij volledig niet, maar dan ook helemaal niet in herken. En kijk, ik voel niet de behoefte, en dat zal ik ook nooit doen, om uit vertrouwelijke gesprekken te citeren. Ja? Dat wil ik niet en dat zover zul je me ook nooit krijgen. Maar ik was ook bijzonder verrast over sommige aantijgingen, over mijn ambtenaren. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dat werp ik dan ook verre van mij. Als er iets is, dan heb je dat tegen mij en niet tegen mijn ambtenaren. Dus ik werp dat dan ook verre van mij. Maar alle aantijgingen die er zijn geweest, je mag het er mee eens zijn, je mag het een dom stuk vinden, vind ik allemaal prima.
Maar allerlei aantijgingen, ik kan ze nergens plaatsen. Zeg ik heel eerlijk. Ja? Dus het gevoel, en dan komt de tweede vraag, bent u bereid om, tuurlijk, als u vindt dat het wonen in Sipkelo opgelost moet worden op het kloosterterrein, dan zullen we met heel veel plezier, zeg ik ook, want besturen is ook over dingen heen stappen en met frisse moet gewoon weer verder gaan. Dan ga ik met heel veel plezier aan de slag om voor Sipkelo de goede dingen te doen. Maar wij konden als college niet anders dan op dit moment dit besluit nemen, gegeven de feiten die er lagen. Mevrouw Luiten. Mag ik aanvullend één kort? Nee. Ik wou een beetje wegblijven bij de emoties, want daar zijn wij nou helemaal niet bij betrokken. En ik denk, weet ook niet of dat aan deze raad is. Maar als ik hoor dat er al vanaf 2008 over wordt gesproken, dan komt toch een belangrijke uitdrukking bij mij in mijn hoofd. Namelijk, in gelul kan je niet wonen. Van een van onze grote voormannen uit het verleden. En die woonde niet hier, want misschien had hij dan al wat gebouwd. Die zei ook, is dit beleid of is hierover nagedacht? Nou, dat is misschien hier ook nog wel relevant. Als ik het zo hoor, denk ik, er zijn gewoon twee groepen in Sipkelo. De ene is geïnteresseerd in de gemeenteweg en de andere in het kloosterterrein. De gemeenteweg kan snel worden ontwikkeld en bijvoorbeeld met zelfbouw. En het kloosterterrein is ingewikkelder en duurt waarschijnlijk wat langer. En is misschien wat duurder. Ik zou zeggen, waarom niet een combinatie als u vast aan die gemeenteweg begint. Niet met alle kavels, maar met een paar. Zodat de jongeren alvast aan de slag kunnen. En dat geeft ook de stichting Kloosterwonen de tijd om hun plan nog wat steviger in elkaar te steken en te kijken in hoeverre ze van intentieovereenkomsten naar concrete, mevrouw Luiten, voorlopige koopovereenkomsten kan komen. U stapt nu wel heel snel, u maakt een hele snelle stap. Hè? U gaf in de eerste betoog aan dat u zich zorgen maakt over de ontwikkelingen van het aantal woonhuizen en eventuele leegstand in de toekomst. En nu zegt u van, doet u beide plannen maar. Nee, dat zei ik niet. Want wat ik zei is, je zou kunnen beginnen aan de gemeenteweg met een paar kavels. Ik laat even in het midden of dat er 2 of 3 of 4 of 5 zijn. Dat doet er niet toe. Er zijn kennelijk genoeg jongeren die op dit moment hebben aangegeven dat ze daar morgen willen wonen, bij wijze van spreken. En er zijn ook veel mensen die hebben aangegeven dat ze op het kloosterterrein willen wonen. Maar dat duurt nog even, dat is wat lastiger te realiseren. Ik zou wat mij betreft ook niet roepen, doe daar dan ook meteen 17 woningen. Dan zou je ook moeten kijken of je dat kan faseren of in kleinere porties kan opknippen. Want onze zorg is niet zozeer of je het nu verkocht krijgt, dat wil ik best nog wel geloven. Al kan ik me ook voorstellen wat de wethouder zegt, dat intentieverklaringen nog iets heel anders is dan wat daadwerkelijk tussen nu en een tijdje dan ook wordt gekocht. Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag? Ja, ik heb ook een vraag. Ja, dat had ik gehoord. Maken. Ja, dat wilde ik graag even doen. Ik wil eerst even de wethouder het woord geven. En meneer Bak had zo net nog een vraag, heeft u hier nog steeds? Dan bent u voor meneer Odink zometeen, maar ik geef eerst even het woord terug aan de wethouder. Voorzitter, ik word toch graag alvast aan het lijstje toegevoegd, anders zie ik het dadelijk misgaan. Ja, meneer Breukeman, u moet volgens mij gewoon even wachten op uw beurt. Ik heb uw naam al opgeschreven, meneer Breukeman, dat komt helemaal dik in orde. Wat opvallend is in de inventarisatie, is dat er maar heel weinig mensen meteen iets willen. Als je het gemiddelde bekijkt, zit het op 3 jaar in dit lijstje. Ja. Nou, misschien hebben ze al in een achterhoofd gehad dat een procedure ook altijd even duurt. Een tweede, en dat kan ik niet helemaal overzien. Stel dat de komende 10 jaar de woonbehoefte in Sipkelo 20 woningen is. Want ze hebben nu 300 huishoudens. Dat is 7% toevoeging. Dat is voor een dorp als Sipkelo best heel veel. Ja, moet ook even. Stel dat wij beginnen met 5 woningen. Of met 8. En u wil ook dat het kloosterwonen wordt gerealiseerd. Dan zullen we nog wel heel goed even moeten puzzelen samen met de initiatiefnemers. Kan dat dan nog? Ja? Of is het niet zo dat het dan tot de onmogelijkheden behoort omdat het alleen maar geld kost? In plaats van, of een verlies is in plaats van een opbrengstpost. Nou, ik ben heel blij dat u dat noemt, als ik even mag, mevrouw de voorzitter. Want dat is natuurlijk ook waar het einde van mijn betoog net was. Je zal toch iets moeten weten over wat is de behoefte nu, maar wat is ook de verwachte behoefte op langere termijn en hoeveel heb je dan nodig en zou je dat dan op 1 locatie of willen verdelen over 2 wat ons en kan je dat dan combineren. Dus ik ben op zich blij om te horen dat u dat ook zo bekijkt. Dat is fijn, dan ga ik nu naar meneer Bak.
Dank u wel, voorzitter. Even een controlevraag bij de heer Wethouder, of ik hem goed begrepen heb zojuist. Als de initiatiefgroep rondom het klooster wonen met een goed voorstel komt, zijn er die 17 woningen. En ze hebben daar een serieuze dekking voor. Verder gaan we dan een initiatief of een intentieverklaring. Dan bent u akkoord en zegt u van we gaan het plan uitvoeren. Ik heb niet gezegd die 17, dat vind ik nogal een fors aantal. Maar als ik een plan krijg wat ruimtelijk goed inpasbaar is. En er ligt een gedekte cheque, dat klinkt zo formeel. Maar er ligt een gedekte cheque onder voor 17 woningen. En die kunnen we daar goed inpassen. Dan wil ik me daar sterk voor maken. Dat heb ik bedoeld te zeggen. Dank u wel. Dat is maar, in ieder geval... maar dat is een ander plan dan wat er nu ligt. Dat begrijp ik. Vandaar ook dat ik even de verduidelijking daarop vroeg. Dan wil ik even terug naar het raadsvoorstel. Want het is een voorstel wat heel erg zit op of-of. Dus de keuze maken tussen enerzijds... Meneer Bakker, heel eventjes. Als het een aanvulling is op dit verhaal, vind ik het goed. Als het een nieuwe vraag is, dan wil ik die even bewaren tot de tweede termijn. Het is echt een aanvulling op waar we het nu over hebben met elkaar. Ik wil daar ook graag proberen wat duidelijkheid in te krijgen namelijk. Het ene staat volgens mij niet los van het andere. U geeft terecht aan... bij de akkers is een andere doelgroep dan bij het klooster. Zou dat hand in hand kunnen gaan? En hoe kunnen wij als raad dat op een goede manier beoordelen? Want welke cijfers liggen daar aan de grondslag? En dan sluit ik heel erg aan bij wat mevrouw Luiten vraagt. Dat we met elkaar de juiste beslissingen nemen. Want als je nu zegt we gaan en-en doen. Dat gaat mij te snel. Want dan zou je maar wellicht in de toekomst een probleem kunnen krijgen. Dus zouden we van u ook een stukje onderbouwing kunnen krijgen. Waar u ook eens een prognose maakt richting de toekomst. Wat er te verwachten valt vanuit Cipculo. Zodat dat beter gefundeerd die beslissing te maken valt. Prognoses voor woningbouwontwikkeling en voor bevolkingsontwikkeling, die zijn gewoon heel erg lastig. En die zijn vooral heel erg lastig voor de kleinere kernen. Ja? Als je weet allemaal de laatste supermarkt, de school en dat soort dingen, wat voor impact die zouden kunnen hebben. Voor de grotere kernen is het wat makkelijker te voorspellen. Maar kijk, als je een onderzoek houdt, en dat doe je gewoon aan tafeltjes met mensen, ja, dit heeft best een realiteitswaarde op zich, ja. In de zin van, er zijn wel mensen geïnteresseerd, afhankelijk van verkoop, afhankelijk van, is het wel de type woning wat ik wil, is het wel die goedkope statuswoning, is het wel die huurwoning. Dus als ik, stel dat dit, waar zou zijn zoals het net zo waar is als in andere kernen, in Lutten hebben we dit soort dingen ook gedaan en in Bergentheim, dan zou je kunnen zeggen van, 14 woningen, dat is misschien wel de komende 10 jaar de limit. Brugterveld hadden we ook, weet ik veel hoeveel geïnteresseerden zijn er uiteindelijk 5 of 6 of 7 zijn daar gerealiseerd. Cipculo zou daar anders in kunnen zijn, maar dat kan ik op dit moment niet worden. Dus als u van mij vraagt een goede onderbouwing, blijven er altijd gaten in zitten. Want ik kan de toekomst niet voorspellen. Ja? Wat we zouden kunnen doen is een beperkt aantal woningen aan de gemeente weg, maar wel zo dat je zegt van als het niet verder gaat is het plan ook redelijk af. Ja? Dat je daar niet een gaat... En, kijken wat zijn dan de mogelijkheden voor kloosterwonen, voor een doelgroep die daar graag wil wonen. En levert dat voldoende op om die exploitatie te kunnen trekken. Dan heb ik het nog niet eens aan toevoegingen aan het kloosterproject. Maar goed, dat vraagt ook iets van initiatiefnemers. Want kijk, ik heb ook wel eens de vraag gesteld van, als je begint met 17 woningen in de projectontwikkeling, wanneer start je dan? Start je dan bij 60% verkoop, bij 70 of bij 80? Een bank, als je een deels moet financieren, die vraagt toch tegenwoordig 70 tot 80% verkoop voordat je kunt gaan starten. Of je moet andere financieringsbronnen hebben. Die zijn niet legio, maar goed, ik heb wel gehoord van een initiatief wat er is. Daar zouden we naar kunnen kijken. Ja, maar ik vraag u dan wel om degene die een stukje zelfbouw zou willen doen, wat heel goed past bij Kloosterhaar en... Ja, dat kan dan wel niet ingewikkeld zijn in het weiland, maar er is wel een behoefte aan om dat ook mee te nemen in je afweging, in uw afweging. Meneer Bak, anders kan ik hem niet goed afwechten, voorzitter. Als het kort is. Het is kort. Als u de interruptie niet had gegeven, was ik al klaar geweest, mevrouw. Ik denk dat het wat u nu aangeeft, biedt volgens mij ruimte om zowel aan de akkers als bij het klooster iets te gaan doen. Geeft u daar ook ruimte in door met een nieuw voorstel richting ons te komen?
voorzitter, dat is aan uw raad. Kijk, we hebben die handreiking gedaan in december 2014. Ja? Toen heeft het college gezegd om nu keihard te zeggen, we gaan naar de gemeenteweg. Eigenlijk voelen we daar het meest voor gegeven, de feiten die nu op tafel liggen. Maar misschien is er nog een mogelijkheid om sam-sam daar iets te doen. Doelgroepen, voor verschillende doelgroepen of verschillende plekken te bouwen. Dat is tot op heden niet gelukt, zeg ik dan maar. Hebben we er dan voldoende aan gedaan? Misschien wel niet. Dat zou kunnen. Ja? Ik weet ook niet precies hoe de initiatiefnemers daarin zitten. Ik weet wel dat ze een bepaalde hoeveelheid woningen nodig hebben om een exploitatie draaiende te kunnen houden. Ja? Dan ga ik nu naar meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. De laatste vragen, de laatste opmerkingen vanuit de wethouder hebben eigenlijk een aantal vragen voor mij beantwoord. In tegenstelling tot wat in de raad staat, namelijk of, zie ik nu mogelijkheden, of hoor ik op een gegeven moment mogelijkheden, voorzichtig weliswaar, voor NN. Dus zowel aan de gemeenteweg als misschien ook op het kloosterterrein. En met name dat wou ik bevestigd zien. Met een opmerking van mijn kant, dan weet ik niet als je aan de gemeenteweg begint, of er dan nog voldoende volume is. Dat zou je moeten onderzoeken. En dan kun je, en hoe ik het moet onderzoeken, dat is wel heel lastig. Want in de toekomst kijken is een lastig. Maar dan zullen we met de initiatiefnemers, en dat heb ik ook al in eerdere fase aangegeven, ik heb altijd die bereidheid om dat goed te bekijken. Ik zie weer wat moois ontstaan. Dank u wel. Duidelijk. Dan gaan we naar meneer Breukelman. Ja, voorzitter, misschien kan ik me dan als slot van dit rijtje toch iets concreter inkoppen. Want ik vind ook wel dat de wethouder een punt heeft als het gaat om de vaart erin houden. Het moet ook een keer tot een beslissing komen. En als ik dan ook de geluiden hoor van de Partij van de Arbeid, VVD, ChristenUnie, zou het dan een goed idee zijn, ik vraag dat aan de wethouder, maar ik hoor er ook graag een andere reacties op, om te zeggen, dit plan even in de ijskast, voor een redelijk termijn. Ik stel voor een maand of drie, om toch voor een allerlaatste keer, nog eens ook met de mensen uit Sipkelo die graag op het kloosterterrein willen wonen, na te gaan wat daar mogelijk is. Want u hoort ook nieuwe dingen, 17 of misschien is 10 ook wel mogelijk, dat is voor u ook nieuw. Wat voor ons ook nieuw is, is wat u zegt van misschien kan allebei wel wat. Laten we nou de komende drie maanden gebruiken om te kijken of er ook nog een andere invulling is. Dat heeft u net al toegezegd van misschien kunnen we al links wat doen en ook rechts nog wat. En dat we dan over drie maanden, want ik vind dat het snelheidscomponent, dat heeft ook een bepaalde waarde. Eens terugkomen met elkaar om te kijken of we tot een andere invulling kunnen komen. Ik zou die vraag eerst graag door de wethouder willen laten beantwoorden, hoe het college er tegen aankijkt. En daarna doe ik even een rondje fracties. Hoe het college daar tegen aankijkt, dat weet ik niet. Maar wat ik in het college wel zou willen verdedigen, ja, dat we in ieder geval proberen een allerlaatste poging te doen om te kijken of we, nou twee groepen zijn er niet in Sipkelo, maar dat we de groep aan de gemeenteweg en de groep wonen op het kloosterterrein, of we die beide zouden kunnen faciliteren, wat daar daarvoor moet gebeuren en wat dat ook in financiële zin betekent. Ja, dat zullen we ook even goed. En dat we daar niet in een maand tijd een diepgaand onderzoek, maar dat we proberen daar een quick scan van te maken. Ja? En dat we die aan het papier toevertrouwen. Als ik u daarmee help en als we daarmee Sipkelo helpen, dan ben ik daar altijd toe bereid om dat in het college aanstaande dinsdag voor te leggen. En dan ziet u op de besluitenlijst of anders via actief of raadsbrief kunnen we u dan daarover informeren. Dat zou dan even mijn voorstel zijn, maar ik wil het wel even voorleggen in de breedte van het college. Ja? Dat snap ik. Even terugkomend op de vraag van meneer Breukelman. Kunt u me nog even kort herhalen, meneer Breukelman? Volgens mij zou het goed zijn om de komende drie maanden te gebruiken. Om van al laatste keer ook met de initiatiefnemers om tafel te gaan, te kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Zodat we over drie maanden een nieuw stuk op tafel hebben. Waarin ook de mogelijkheden staan van misschien een stukje gemeenteweg, een stukje kloosterwonen. En de financiële vertalingen die daarbij horen. Zodat de raad ook een duidelijke keuze erin kan maken. Hartelijk dank. Ik begin aan mijn linkerkant, want ik neem aan dat uw fractie zich best kan vinden in uw vraag. Ik begin bij de Partij van de Arbeid. Misschien zouden we dat misschien hoofdelijk dan moeten vragen. Nee, wij kunnen ons daar uitstekend in vinden. Mevrouw Van den Hoek. Ook wij kunnen ons daarin vinden. En
Ik wilde het net even aangeven toen ik even niet mocht. Dat als je voorbij de emoties kunt komen en kunt kijken naar de gebundelde krachten, dat je dan tot zoiets kunt komen, dus heel graag. Op koers? Akkoord, maar dan wel. Geen naar de vingeronderzoek. Toch even een poging doen tot echt onderzoek. D66? Sluit ik mij aan bij de spreker van Op Koers, waarbij ik ook als suggestie wil meegeven aan het college om heldere kaders richting de initiatiefnemers van het kloosterterrein ook mee te geven, omdat ik nu een beetje het gevoel krijg van er zit wel wat subjectiviteit mogelijk in de vereisten richting de particuliere initiatiefnemers, zoals ik hem nu voel. Mogelijk is dat niet zo, maar dat wil ik in ieder geval als gedachtegang meenemen. En het behoeft geen verder betoog dat wij wel groot voorstander zijn van iedere vorm van participatie in die zin. Dus dat scoort bij ons wel wat extra punten natuurlijk. VVD? Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen hierin meegaan. Ik wil één ding wel meegeven en dat is, sluit me aan bij de heer Breukeman. Het tijdsbestek waarin dit moet plaatsvinden, die 3 maanden is voor ons ook echt wat dat betreft de max. Want het is voor iedereen ook in het gebied ook belangrijk dat er duidelijkheid komt. En uiteindelijk moet er ook gewoon gebouwd worden. En dat is ook goed voor de economie. Dus laten we ook zitten op die 3 maanden. ChristenUnie. Ja, voorzitter. Wat ik distilleer uit dit verhaal is eigenlijk dat er best wel een behoefte is ook aan de gemeenteweg. Dus wat ons betreft zouden we dat in ieder geval moeten gaan faciliteren. Dat mag wat ons betreft ook direct. En dat er daarnaast mogelijkheden zijn om ook te ontwikkelen op het kloosterterrein. En dat daar wellicht wat meer tijd voor nodig is. Dat zien we dan ook graag tegemoet. Dus wat ons betreft kunnen we wat de gemeenteweg betreft verder. Maar u kunt zich op zich vinden in het voorstel van meneer Breukeman, want daar zit een tijdspanne van 3 maanden. Nee, het is precies zoals ik het zeg. Wat ons betreft direct starten aan de gemeenteweg en dan ook de tijd nemen voor verdere ontwikkeling, want daar zijn dan ook mogelijkheden toe, hè, anders dan in het raadsvoorstel verwoord, om dat ook verder duurzaam te ontwikkelen. Dank u wel. Een reactie geven? Ik vergeef mevrouw Baarslag en dan ga ik naar mevrouw Kloekhorst. Nou, vooruit. Eigenlijk is de rode lijn die ik vanavond heb gehoord bij insprekers en zowel bij de wethouder, is dat er best een optie is om op beide terreinen te gaan bouwen. Dat er een hoop communicatie is geweest waartoe het geleid heeft dat we hier vanavond zo in deze setting zitten. En dat er toch wel wat harde woorden zijn gevallen die waarschijnlijk zo beleefd worden. Maar de vraag maar is mevrouw Baarslag of u kunt leven met het voorstel van meneer Breukeman. Ik denk dat het een goed voorstel is om toch even die 3 maanden te nemen om in overleg te gaan met elkaar om eruit te komen. Maar de intentie is uitgesproken vanavond. Dus akkoord. Mevrouw Kloekhorst. Voor meneer Odenk ter verduidelijking had ik de vraag van, dan bedoelt u gefaseerd starten aan de akkers? Ik zit eventjes, volgens mij is het zo dat een meerderheid van de fractie zich heeft uitgesproken voor het voorstel van meneer Breukeman. Dat betekent volgens mij ook, corrigeer me als ik daarnaast zit, dat we nu niet een tweede termijn ingaan, maar dat we een nieuw voorstel afwachten van het college. En dat we dat over pak een beet een maand of 3 wederom gaan behandelen in een O-ronde. En dat betekent ergens in juni, meneer Boersma. Ja, volgens mij, mevrouw de voorzitter, met alle respect, hebben wij dit met een oriënterende ronde. Heeft de wethouder gezegd dat hij naar het college gaat en u bent nu aan besluitvorming bezig. En daar heb ik bezwaar tegen. Nee, ik ben niet aan besluitvorming bezig, volgens mij. Niet over het voorstel. Ik zeg alleen dat de wethouder die zegt ik ga ermee terug naar het college. En ik constateer dat de meerderheid van de raad heeft gezegd, we willen het graag over 3 maanden wederom bespreken als de wethouder met een nieuw voorstel is gekomen. Nee, nog een keer. Ik word wel eens een procedure heb genoemd en ik hecht daar wel aan. We hebben een oriënterende ronde. In de oriënterende ronde oriënteren we ons. We hebben een goed verhaal, aantal goede verhalen gehoord van de burgers uit Zipkelo. We hebben nog een stevig verhaal gehoord van onze wethouder. Hij zegt op een gegeven moment, ik ga terug naar het college en jullie horen van mij dinsdag via een brief, wat ik doe. En misschien zegt hij ook wel, ik laat dat plan staan en over 14 dagen praten we daar verder over. Dat is hoe we hier moeten werken. Nou, voorzitter, volgens mij zegt het reglement van orde dat de meerderheid van de vergadering kan bepalen wat de toekomst van een stuk wordt. En volgens mij is dat hier aan de orde. Meneer Breukeman, u haalt mij de woorden eigenlijk uit de mond, want ik denk dat u daar gelijk in heeft.
Mag ik nog één? Dan ga ik nog een keer. U kunt besluiten om het een hamerstuk te maken. Of we kunnen besluiten om het te doen. We gaan nu een wijzigingsvoorstel doen. En volgens mij staat dat niet het reglement van de Kuipteur. En ik vraag aan de griffier wat hij ervan vindt. Dat wil ik zo wel nakijken, maar dan gaan we zo even schorsen. Ja. Nadat ik de wethouder nog even het woord heb gegeven. Ik wil toch eventjes het volgende voorstel doen. Ik vind het heel sympathiek dat de ChristenUnie zegt begin. Maar ik heb ook aangegeven bij betoog dat ik de consequenties niet kan overzien. Als we beginnen aan de gemeenteweg, of er dan wel een combinatie mogelijk is. Dat zouden we moeten onderzoeken. Dus ik stel voor dat wij komen met een stuk waarin drie scenario's staan. Dat is scenario 1, alleen het klooster wonen. Dat is scenario 2, alleen gemeenteweg. En dat is scenario 3, de combinatie van beide. Dat we de plussen en de minnen en zoveel mogelijk en zo goed mogelijk proberen de centen daaronder te zetten. Dat voorstel zou ik u willen doen, zodat u ook dan een evenwichtig afweging kunt maken op basis van datgene wat er bekend is. Als dat uw goedkeuring kan wegdragen, dan denk ik dat die ook redelijk transparant is. Mevrouw de voorzitter, even voor de procedure. Begrijp ik dat de wethouder daarmee het stuk nu even intrekt? Ik kan geen stukken intrekken, dat doet de raad. Precies. Vroeger komen dat wel, maar het is allemaal minder geworden met de macht van de wethouder. Misschien maar goed ook, maar ik ga het zo doen. Ik dank u voor uw voorstel, meneer de wethouder, maar ik ga toch even schorsen om het reglement van orde te raadplegen. En dat betekent dat wij om 22:50 weer verder gaan. Prima. Ik wil weer graag verder gaan met de oriënterende ronde. Wij zijn gebleven bij punt 4. We hadden even geschorst in verband met een punt voor het reglement, vanuit het reglement van orde. En ik wil iedereen vragen om weer plaats te nemen, zodat we kunnen verder gaan. Ik zie dat sommigen al de gelegenheid te baat hebben genomen om alvast wat te eten of te drinken. Heel goed. In het reglement van orde, artikel 4.i, daar staat een aantal dingen die de voorzitter van de oriënterende ronde kan doen met een onderwerp. Het voorstel is als volgt. De voorzitter kan concluderen dat het onderwerp, nou dan zijn er een aantal punten die van toepassing zijn. Eigenlijk is het zo dat dat de voorzitter in deze een besluit dat het in handen wordt gesteld van het college. Omdat de wethouder heeft toegezegd met een stuk te komen met drie scenario's. En dat nieuwe stuk in een O-ronde later wederom aan de orde wordt gesteld. En dat is niet per se de O-ronde over 2 weken. Maar dat kan later zijn. Bijvoorbeeld 3 maanden of misschien daar ergens tussenin. Mijn vraag is, kan de raad met dat voorstel leven? Mag ik er even een vraag op stellen, voorzitter? Ja, want nu wordt het toch interessant, vind ik. Betekent dat dit alleen nu kan, omdat de wethouder heeft aangeboden het stuk te gaan veranderen? Nee, dat betekent, meneer Gelling, dat afhankelijk van hoe het besproken is en hoe de raad daarin steekt, dat de voorzitter dit kan beslissen. Waaronder ook nog een aantal. Ik had bijvoorbeeld ook kunnen beslissen dat het is afgedaan. Dat is niet het geval, dus dat zou raar zijn. Maar de voorzitter heeft een aantal mogelijkheden om met dit soort onderwerpen om te gaan. U kunt dat nalezen in het reglement van orde. Ik vind het zo genoeg, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, dan zou ik u willen verzoeken om de wil van de meerderheid van de raad op te volgen. Maar dat is niet wat er staat, voorzitter. Er staat in artikel 4 kennelijk dat u dat kunt besluiten. En als u dat bij deze gedaan heeft... Ik kan dat concluderen. Ik beslis dat niet. Kunt u ook vragen wat meneer Boersma daarvan vindt? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar, namelijk. Volgens mij heeft meneer Boersma net redelijk duidelijk gemaakt wat hij daarvan vindt. De raad beslist daarover. De conclusie luidt zoals ik hem als laatste heb verwoord, namelijk... We geven het terug in handen van het college. Zij komen met een nieuw voorstel dat in een latere O-ronde wederom wordt geagendeerd. De vraag is, kan de raad daarmee leven? En ik zie... Ja. Mooi. De meerderheid van de raad kan daarmee leven. Dan doen we het zo. Waarvan akte? Dan gaan we nu naar agenda punt 5. En dat is een hamerstuk... vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Hoek, Reserveense weg, Bosstrandweg, Reserveen. Kan dat als hamerstuk naar de raad over 2 weken? Antwoord is ja, dat is mooi. Dan zijn we bij de rondvraag. Zijn er mensen die iets voor de rondvraag hebben? Ik heb zelf wat voor de rondvraag. Op verzoek van de wethouder Prinsen is dat de fractievoorzitters even achterblijven in de raadzaal. Zometeen de rest de raadzaal verlaat.
De fractievoorzitter zit er zijn reeds van dit verzoek op de hoogte, maar mij is gevraagd om dat even op deze manier kenbaar te maken. Bij deze. Als er verder geen andere zaken voor de rondvraag zijn, dan sluit ik de vergadering en dank ik u voor uw inbreng.